Kijkers en luisteraars, en van harte goedenavond en welkom bij deze live uitzending. We zijn nu hier op het palenterrein dat genaamd is Boundiary. Het is namelijk zo dat deze live uitzending mede mogelijk wordt gemaakt door Palu. Zij hebben vanavond namelijk een open kaderbijeenkomst hier in hun partijcentrum. En het is getiteld Samen voor Radicale Vernieuwing. Asari geven ze aan. Wie moest Kinky assisteren? En dat is dus de informatie die vanavond hier gebracht zal worden tijdens deze open kaderbijeenkomst van de Palu. En daarom heeft de Palu gemeen u deze informatie niet te onthouden. En daarom hebben zij deze live uitzending mogelijk gemaakt. De bijeenkomst zal zo meteen aanvangen. Maar wat wij zullen doen is namelijk even kort een praatje maken met de mensen die hier zijn. En ze namelijk naar hun verwachtingen vragen. Goedenavond mevrouw, Lim FM Live. U kijkt net naar de uitnodiging, hè? Wat verwacht u? Veel. Veel een verandering. Bij de weer, maar even verrast. Ja, ik ben toch nieuwsgierig. Ja, want je wil iets anders hebben. Je bent het een beetje beu en ik ben komen luisteren. Toch? Ja, dankjewel. En u zegt, u bent ook lid van de Palu? Nee, ik kom voor het eerst hier. Ja. Gewoon een belangstellende. Iemand heeft me uitgenodigd, dus ik dacht naar me even komen luisteren. Ja. Samen met u ga ik ook luisteren. Ja, oké. Okay. Yes. Goedenavond. Goedenavond meneer. Lim FM Live. U bent ook hier. Bent u lid van de Palu? Ja. Ja, ik ben het. Hoe lang al? Nou, vanaf het begin zeg maar. Niet officieel, maar vanaf het begin. Vanavond wordt er dus een open kaderbijeenkomst gehouden. Wat zijn uw verwachtingen? Op deze vanavond. Dat er wijze woorden worden gesproken over de situatie in het land, zeg maar. Ja, dat is wel het. Toen iemand hoorde dat we live zouden gaan met deze, vroeg hij van, bestaat Palu er nog? Wat vindt u van die vraag? Een domme vraag. Waarom zou de Palu niet meer bestaan? De Palu is er al. Hoe lang is de Palu er al? Vertelt u me, u bent lid. Hoe lang? Ik denk dat langer dan een... Van de oude partijen? Oude partijen, ja. Dan waarom zouden ze niet meer bestaan? Waarschijnlijk omdat ze niet meer in het machtscentrum zitten. Misschien daarom, ja. Dus ik hoop dat bij deze, dat ze, dat de mensen een beetje gaan inzien, weet je. U zegt, Palu heeft recht van bestaan. Natuurlijk, jawel. Dank u wel. Okay. Dat hoort u bij deze live uitzending, die mogelijk gemaakt is door de politieke partij Palu. We zijn vandaag hier in het partijcentrum van de Palu, Boundiary, aan de Kafulu-Distraat, waar er zo meteen een open kaderbijeenkomst van start zal gaan. Voor de aanvang praten wij nog met de aanwezigen hier, om te horen wat hun verwachtingen zijn, wat ze verwachten. Goedenavond meneer, Lim FM Live. Bent u lid van de Palu? Nee. Nog niet, maar in het verleden ben ik wel lid geweest. U was lid en wat heeft u gedaan? U heeft zich afgeschreven? Of zo? Nee, ik ben de hele tijd niet. Hey Jok, no? Hey Jok, wacht, ik ga straks bij de... Dat is leuk. Ik ben de hele tijd niet geweest. En ik heb de laatste tijd weer besloten om te komen. Wat heeft gemaakt dat u besloten hebt weer te komen? Het is duidelijk wat er zich voltrekt in die samenleving toch. En ik denk dat het alternatief duidelijk wel hier ligt. Ik zei die meneer daarnet, toen iemand hoorde dat we deze live-uitzending zouden hebben, zei hij, bestaat de Palu nog? Vindt u dat, die meneer vond het een domme vraag. Vindt u dat ook een domme vraag? Ik vind het, weet je, er bestaan geen domme vragen. Er bestaan vragen. Ja toch? Maar de Palu bestaat. En de Palu bestaat vanaf 1977. Ja, en is een volwaardige partij. Is een partij met, als je mij vraagt, de beste structuren in Suriname. Ja, waar
Een doorsnede van het Surinaamse volk bij is aangesloten. Dan is de vraag, waarom zit de Palu dan niet in het machtscentrum? Dus, dat zijn van die vragen. Hè? Dat zijn van die vragen. En ik zou bijna een vergelijking willen trekken met wat zich heeft voltrokken in Nederland gisteren. Maar ik wil die meneer zijn naam niet eens noemen. Dus ik doe dat dan niet. Dus duidelijk geen fan. Ik ben duidelijk niet. Ik bedoel, laten we niet daarop ingaan verder. Maar wat ik wel wil zeggen is dus dat... misschien kan je een bromtje voor Palu nog bij opwijten toch? Een bromtje voor Palu op en nou. Mooi gezegd, abromtje voor Palu opo. Is dat zo? Abromtje voor Palu opo? Want u zegt die meneer Jok, dus u weet veel. Wie? U weet veel. Nee, ik weet niet veel. Echt niet. U bent lid van de Palu? Ik ben een van de oprichters geweest. Maar voor verdere commentaar en gesprekken moet u bij het bestuur zijn en bij de jonge mensen. Imran, meneer Taus. Ja. Ze hebben me juist gestuurd naar u. Ze hebben gezegd, deze mannen weten alles. Nee, we weten niet alles. Wat we weten is voldoende. Nee, we weten niet alles. Nee. Net sprak ik met die meneer over het bestaan van Palu. Meneer Cameron, nou, en u bent? Ja, wat zeg je? U bent? Sanchit. We spraken net over het recht van bestaan van Palu. Want iemand vroeg zich af, bestaat Palu nog? Dat is dan een heel domme afvraag van die man. Palu heeft altijd bestaan. Alleen, we zijn... nu buitenparlementair, maar we zijn in het veld aanwezig en dingen worden gedaan. En u weet, het Surinaams volk is niet gelijk geneigd om dingen te accepteren. Ze zijn meer, hoe noem je dat, meer showmensen. Ze gaan achter mensen na. En nu wat ik kijk, de huidige president, niet om iets, die had zoveel beloofd, heeft niets van terechtgebracht. En het Surinaams volk stemt niet voor iets. Stemt tegen. Bouta was niet goed, Bouta was het dus wat ik zei, ja, maar wat heeft Santoki van gebakken? Wat u zegt, na 2025 gaan we Palu weer zien, niet alleen horen. Palu is altijd te zien, alleen waarschijnlijk niet in het regeringscentrum, nu, of misschien later wel. Dus dat. Dank u wel. We kijken er naar uit. Nee, prima. En wat zijn uw verwachtingen voor vanavond, de open kaderbijeenkomst? Dat laat ik aan het bestuur over. Ja? Ja. Is goed. Dat was dus de heer Sanchit, zegt hij. En u hoort wat de verwachtingen zijn. Ik denk dat deze open kaderbijeenkomst over enkele minuten van start zal gaan. En deze live-uitzending is mede mogelijk gemaakt door de partij Palu, die het nodig vond om de totale Surinaamse samenleving en ook u daar in het buitenland op de hoogte te stellen van wat de partij van plan is. Want de uitnodiging die geeft aan Asarino en ze zeggen one change moet skon. Dus dat zijn de zaken die vanavond hier gepresenteerd zullen worden tijdens deze open kaderbijeenkomst van de politieke partij Palu. En deze live uitzending die wordt gedaan vanuit dus hun partijcentrum Bunjari aan de Kafuludistraat. En net wat we hebben begrepen is dat niet alleen maar Palu mensen hier aanwezig zijn, maar ook gewoon belangstellenden die allemaal naar hier zijn gekomen om ook deelgenoot te zijn van deze open kaderbijeenkomst. En wij wachten, want zometeen zal dus MC op het podium komen om dus de aankondiging te doen. Wij worden net gewenkt dat nu zal gebeuren. Dus u, die allemaal afgestemd zijn, zullen dan ook zeker horen wat de politieke partij Palu aan de samenleving en aan de kaderleden die hier aanwezig zijn, zal meegeven. Want zij geven aan Samen voor Radicale Vernieuwing, Asari, Wimus, Kenki, Assisteen. Dit soort beleid biedt geen toekomst, geeft de Palu aan. En daarom dus deze open kader bijeenkomst hier
in het Palu-centrum Bunjari aan de Kafulutistraat. Bunjari. Ja, het is Bunjari. En wij zien dat er ook andere mensen van andere politieke partijen ook hier aanwezig zijn. Om ook te komen luisteren naar wat er vanavond gepresenteerd zal worden. Hier in deze open kader bijeenkomst georganiseerd door de PALU. Nog steeds Lim FM Live, hier vanuit Bunjari, het partijcentrum van de PALU aan de Kafulutistraat. Deze politieke partij organiseert vanavond een open kaderbijeenkomst en heeft daarom deze live-uitzending mogelijk gemaakt. Dus voor alle duidelijkheid, deze live-uitzending is tot stand gekomen door, mede mogelijk gemaakt door PALU. En de opening van deze kaderbijeenkomst zal nu geschieden. U hoort op de achtergrond de MC voor de avond, en dat is de heer José Parami. Geeft aan ons land waardij. Oppo kondre mangung, oppo stranang gronge kariu. Van so peta ta komopo, vi museti kondre bu. Strede, strevi, nosa, frede, gado, devi, fesima, eri, libite, nadede, visa, feti, gisrana. Respeki berada dengan sisa bagi wang yung wang baru alam malah wang syukur. Dan moeten wij wel eens zijn met wat wij aan hem vragen. Op de eerste plaats, hoe dit jaar zo in verband met Abigidei, maar ook toe, voor Luku 48 jaar terug, committee de, en voor die de, ik wil ook moeten ervaren, dat dit van nodig voor Axel Srevi,
zijn we eigenlijk? Wat willen we eigenlijk? Waar willen we naartoe? Met wat we aan het doen zijn eigenlijk. Gadotaki, hij verandert de situatie van een gemeenschap niet. Terwijl een gemeenschap tikt de initiatief in de EGI aan voor de verandering komt. En we denken allemaal dat eens dat Sofara heel door het tenoo, dat we niet eens zijn dat het genoeg is wat we hebben gedaan. En daarom, met elkaar die allemaal, bigiwang of jongwang, voor mij ook onder ons leven, Charles leven zodanig dat werkelijk we kan realiseren de doelen zo af voor ogen. Ik wil allemaal vooral in de Bosnia's Palo, onder ons leven met de bedoeling dat de ideologie en de liefde kan voortaan aan de actieve is van de man. Zodat we samen elkaar aarden voor door aan het gevoel en denken en verschieten dat werkelijk dat ze de stem geven aan de Palo. Zodat we kunnen doen. Bij Afrika ook, hoe je het moet doen, dat we ons ook doen, want dat is het einde doen, dat we kunnen doen. Dat we kunnen met moeite dan verschillen doen. Dus voor de eens naar dat, voor de eens dat we af en allemaal dat op hoog gaan, dat we moeten dat naar buiten. Dat zijn we eens. Ja. Nou, we kunnen de eens hebben, maar we moeten het mij de jaar, maar we moeten dat niet. Zijn we eens dat we gaan vragen, gezamenlijk vragen. Om ons werkelijk te leiden. En wij gaan hem al gaan zeggen dat wij onze deel gaan doen. Gaan wij onze deel doen, dus, zusters? Ja. 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 Gaan wij eraan werken dat we de situatie die we nu hebben, niet langer zullen tolereren. Ja. Of wat dat nou eigenlijk op onze ook doen. Want dan kan ik meer doen voor mezelf. En liever niet voor de anderen. Willen we dat liever, dus, zusters? Oké, dan moet ik vertellen. We beginnen voor als kapel voor Himan en Brood Kapel. En we afzien hem op de eerste plaats om ons te vergeven voor alle onze tekortkomingen. Wees waar dit. We afzien als kapel voor Himan en Brood Kapel. Voor je kunnen kan Charles even zodanig dat we kan veel in barmhartigheid. Dat we zijn tevredenheid kunnen krijgen in alles wat wij doen. En alle zaken die leiden naar succes. Vooruitgang en ontwikkeling. Werkelijk demonstratie en de one back up en de one van ons komen. We actie als kapel voor iemand over het taboe om ons te beschermen tegen alle negativiteit, waar het ook moet zijn in onszelf, onze eigen nas, onze eigen persoonlijkheid, onze eigen gebrieven die we hebben, hoe moedigheid, subtiliteit. Dus dan zeg ik hier nu mijn actie als kapel voor je doen tegen dit soort situaties. We asked as kapel for him and our kapel to all of us in Gibunu, to make Uno like organizasi, the political organizasi, make who stink and doro in the ati for the stranamang, so can bondru den kona wang, and they can put this sting kapa yoyis to praise it, a praise it na palo. We asked as kapel for him and our kapel for guna gelegenheid, om te bewijzen wat we jarenlang proberen duidelijk te maken aan de Surinamers. Ik kan doen dat niet. Ik kan realiseren werkelijk. We vragen aan de schepper ook nog. Voor onze broers en zusters die in allerlei problemen zitten. De brothers UNO naar Palestina, naar Afghanistan, Israël, Jeruzalem, naar Rusland, Oekraïne, Afrika. Maar ook de brothers zelf UNO lidjaars in het kondre. Sanono de Esari. We actie als schepper voor hem en dat we ons hebben verdienen naar UNO in de momenten die zien. Maar ook voor dingen aan ons, voor de mensen zijn fout, telkens keer en keer. Bagger aan bagger, we hebben een schakel voor ons. Voor die ons aan richting zou ons gaan. En we houden aan richting dat. We hebben een schakel voor je ons. Voor trots ons op je brieven. En op je vertrouwen. Amen. Dank u wel. Shalom. Terwijl het een en ander verbouwd wordt, kan ik alvast hier staan. Want Nona, timmerwerk.
Kunt u me horen? Allemaal? Want ik heb... Dames en heren, goedenavond. Palu, kader, vrienden. Wij hebben net het volkslied gekregen. En wij hebben van Palu, kaderlid Ismaël Boyer het gebed gekregen. Dat naar ik aan mag nemen en wat ik heb gezien ook uw instemming heeft gehad. Dit is een bijzondere kadervergadering, buitengewoon, of hoe zeg je dat, een open kadervergadering. En een kadervergadering wordt normaal geleid door de voorzitter. Vandaar dat ik hier nou even sta om een aantal dingen in het begin aan u door te geven. Misschien kan ik ook meenemen direct dat voor de huishoudelijke mededeling het toilet hierachter, dus als u hier afgesloten, dus als u er naartoe moet, moet u toch wel aan die kant even omlopen. Dan weet u dat ook. Oké. Ik wil jullie welkom heten op deze bijzondere kadermeeting, deze open kadermeeting. En ook de mensen die ons via Facebook volgen of via live, via LimFM is het geloof ik. En daarmee zijn we tegemoet gekomen aan het verzoek van een heleboel mensen die hier niet kunnen zijn, zodat ze toch kunnen meemaken hoe dat gaat en wat er allemaal gezegd wordt. Een paar dagen geleden heeft zich een ernstig ongeval voorgedaan in het binnenland. Er is een mijngang ingestort en daarbij zijn, als ik het aantal goed heb, zeker 15 mensen om het leven gekomen. Voordat we verder gaan, zou ik toch even een moment stilte in acht willen nemen, maar ik wil u vragen, als u dat kan, om daarbij even op te staan. Oké, dank u wel. Ja. Er valt over dit gebeuren natuurlijk een heleboel te zeggen, maar we hebben ervoor gekozen om dat niet op dit moment te doen. Daar komt er een andere gelegenheid voor waarschijnlijk. Voor dit moment willen we wel familie, vrienden van de overledenen en eigenlijk ook de hele Surinaamse gemeenschap condoleren met het verlies van deze de levens van deze jonge Surinamers. We hebben, en dan ga ik door naar het onderwerp van vandaag, we hebben vanuit het bestuur besloten om deze open kadermeeting te organiseren, zodat voor de verandering meerdere mensen deelgenoot kunnen zijn van deze vergadering. En er zijn natuurlijk een heleboel andere mogelijkheden waarop mensen kennis kunnen nemen van de inzichten van de PALU. Ik denk aan de Facebookpagina van de PALU. Daar zitten voornamelijk wat jongere personen op, heb ik begrepen. De website van de PALU staat daar vast. Daar is een heleboel informatie over te krijgen. Maar volgens mij is het meest populaire toch wel het radioprogramma Politiek uit de Doeken gedaan. Dat wekelijks, elke maandag dus, om 9:30 wordt uitgezonden via Radio Apinti. Ik zie een van die stoomkoetels hier, een van die mensen die aan het begin van het programma aanwezig is geweest en het heeft helpen opzetten. Dat is Dennis Abdulgafour die daar zit. Dennis, wil je even staan? Ja. If you see Dennis als praatje in over Jewans handschrijfje, maar kijk hem daar zo. Al die jaren. Hij is er niet begonnen. Oké. Het politiek programma is al vanaf 1992 in de lucht. En dan kunt u zelf uitrekenen. Dat ga ik niet voor u doen.
En het had niet gekund dat we dat programma zo lang hadden zonder de ondersteuning van al die mensen die luisteren en al die mensen die hebben meegewerkt om het programma in de lucht te houden. Dus ook Radio Apinti zelf. Dank u wel. Een verontschuldiging. Ja. Een verontschuldiging aan de kaders die zelf hier ook het woord hadden willen voeren allemaal. Het is natuurlijk zo dat we niet iedereen op deze gelegenheid aan het woord kunnen laten. En dat is voor sommige mensen een beetje een teleurstelling. Maar ik ga het voortdoen. Of het nou is in de resortbijeenkomsten, noem maar op. Maar die gelegenheid komt misschien sneller dan je denkt. En ik zou willen vragen, bereid je daarop voor. Oké. En nu. Er is mij gevraagd om, voordat we helemaal losgaan, iets te zeggen over gaande was tussen de PALU en een aantal buitenparlementaire politieke partijen. Jullie zullen daar vast ook wel van hebben. Ik heb het geprobeerd. Het idee was uiteindelijk dat we onze politieke partijen op de achtergrond plaatsen en de kaders de gelegenheid geven om samen een geheel nieuw ding te maken. Maar kennelijk is het klimaat daarvoor nog niet rijp. En we waren onder andere te veel tijd kwijt aan procedures. Tegelijk moet ik ook wel zeggen hoor, dat je hoort van alle kanten mensen zeggen, ja, partijen moeten samensmelten, partijen moeten bij elkaar komen, met wat nieuws aan niet. Maar wanneer je die mensen die dingen zeggen, gaat vragen van, hé, maar kon je poenen? Dan hoor je te vaak dat ze er niet zijn, dat er maar een daus was. Right? Dus laat je niet misleiden door dat soort oproepen. We hebben op een gegeven ogenblik als PALU de knoop moeten doorhakken. En we hebben besloten dat de PALU in elk geval gewoon, dat we ons blijven openstellen. Voor mensen die een positieve bijdrage willen leveren. We blijven ons openstellen. En als het goed is, hebben we straks ook één of twee gastsprekers. Dat wil zeggen mensen die niet tot de PALU behoren, maar die van buiten komen en een bijdrage leveren op deze vergadering. Dat is ook een bijzonderheid voor onze kaderleidingsrond. Hoewel ik net heb begrepen dat een van die mensen toch niet kan, omdat ze een probleem heeft met de vakbonden waar ze leiding aan geven. Oké. We zijn nog steeds in communicatie met parlementaire en buitenparlementaire partijen. De PALU blijft openstaan voor samenwerking, maar die samenwerking moet ergens op gebaseerd zijn. En dat is een visie van waar wij naartoe gaan. Een visie voor de toekomst van dit land, van ons land. Een samenwerking die puur gebaseerd is op het behalen van zetels, die samenwerking hoeft niet, omdat die niet stand gaat houden. En die gaat in elk geval geen bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Suriname. Kan ik een beetje water krijgen? Niet een hele... Dus als de samenleving, laat maar even kijken. Dus wij zijn niet bereid om in elke coalitie te gaan zitten, mensen. Dankjewel. Ja, we zijn dus niet van plan om in elke coalitie te gaan zitten. Maar als de samenleving, de Surinaamse kiezer, jullie vader, jullie moeder, jullie kinderen, jullie neven, nichten, oom, tante, buurvrouw, buurman, whatever. Als jullie vinden dat de PALU, om wat voor reden ze dat ook vinden, moet deelnemen aan de regering, dan betekent het dat die mensen, jullie met hun, ons het aantal zetels moet geven, waardoor we een stem hebben, een serieuze stem hebben
in de assemblée en in de regering. Omdat we niet op die pad daar gaan zitten. Een vergadering van het kader wordt doorgaans geleid door de voorzitter. Dat ben ik in dit geval. En of door zijn plaatsvervangende ondervoorzitters. Om een beetje onze handen vrij te hebben vanavond, hebben wij, en omdat het ook een beetje een bijzonder karakter heeft, hebben we voor vanavond iemand anders gevraagd om, laat maar zeggen, de mensen af en aan te kondigen en dat naar u toe te vertalen. Ik wil hem aan u voorstellen, maar voordat ik dat doe, wil ik u feliciteren, de hele Surinaamse gemeenschap, met 48 jaar Srividensie. We komen er straks waarschijnlijk nog even op terug, maar nu alvast de felicitaties. Ik vind het heel vervelend dat mensen niet echt warm lopen ervoor, maar dat zal zo zijn reden hebben. Dames en heren. Dames en heren, mag ik voor nu de microfoon overdragen aan de heer José Parami. Hij zal zich verder zelf aan u voorstellen. Goedenavond, lieve mensen. Ik vind het applaus net zo teleurstellend als onze financiële situatie. Dank u wel. Zoals de voorzitter heeft gezegd, mijn naam is José Parami en ik ben uw MC voor de avond. Ik sta met heel veel trots hier. En voordat ik de volgende spreker aankondig, de mensen die mij kennen, die weten dat ik aspirerende dichter ben. En ik eigenlijk geen moment onbenut wil laten om mensen op te roepen. Ik wil Suriname zien als een voetbalclub, zeg maar Barcelona. Een club bestaat uit schakels. En we komen als club in problemen als schakels het werk waarvoor ze op het veld zijn gekomen niet meer doen. Als spitsen niet meer scoren, als middenvelders niet meer verdelen, als verdedigers niet meer verdedigen en doelmannen afgeleid worden. Aan u de opdracht om te doen wat u moet doen. Ik zeg tegen u, if you na song, dan you must stand you alone. If you na oni was wasi, dan you must make oni. If you na fin alleen, dan you must stand fok to the ground. If you na garo pichin, dan you must stand breathe. If you na sribi, you must drain sweetie. If you na drain, you must control. If you na you, that you must stand you. Dank u wel. Ik groet u allen, de leden van Palo, de kaderleden, Palo vrienden die er zijn, maar in het bijzonder de kijkers die vanuit de beeldbuis hiervan genieten. Ik zal zonder verder ado de volgende spreker aankondigen en hij luistert naar de naam Henk Ramnam de Lau. U krijgt van hem het politiek verslag. Mensen, dames en heren, kaderleden, ik zie oud-kaderleden hier, oud-bestuursleden. Een goedenavond op deze bijzondere kadervergadering, openbare kadervergadering. En laat me groeten zoals we altijd groeten in dit huis. Middenpjaren bhai bhaino, amartara se ram ram, namaste. Assalamu alaikum, Kuneti, goedenavond. Udeno? Ja.
idee nog? Aan mij dus de taak om het politiek verslag te presenteren. Maar laten we aan u voorhouden dat het natuurlijk niet een politiek verslag wordt zoals u dat gewend bent. Laten we beginnen jullie ons te feliciteren met onze bijna 48 jaar onafhankelijkheid. Een heugelijk feit. Maar als we over een paar dagen onze 48ste jaar onafhankelijkheid vieren, dan moeten we constateren dat ons land het niet goed heeft gedaan. Financieel, economisch niet, sociaal, maatschappelijk niet, juridisch niet, rechtsprekend niet, educatief niet. En zeker op het politiek-bestuurlijk vlak staan we op een nieuw dieptepunt. Onder de vorige NDP-BEP-HVB-doelregering dachten wij alles wat hierna zou komen, zou wel beter zijn. We moeten constateren dat we ongelijk hebben gehad, helaas. Helaas moeten we constateren dat we nog dieper zijn gezakt onder deze PHB, ABOP, NPS, PL-regering. Vandaag, een paar dagen voor onze 48ste onafhankelijkheid, moeten we de harde conclusie trekken dat een bepaalde politieke zienswijze, en ik moet het noemen de oude politieke zienswijze, geen ontwikkeling zal brengen voor ons land en volk. Deze oude politieke zienswijze kent Suriname al vanaf 1948, toen de eerste politieke partij in Suriname ontstond. Een tijd waar we sterk afhankelijk waren van Politiek Den Haag. En onder het streng toeziend oog van Politiek Den Haag is deze zienswijze Hollandse groeivoer toegediend. Verslaafd aan die groeivoer keken Surinaamse politici toen naar Holland voor elke oplossing. In deze oude zienswijze was er dan ook geen ruimte voor een samenhangende kijk op de ontwikkeling van ons land als een onafhankelijk land. Deze oude politici, partijen, hebben daarom ook geen cultuur en traditie ontwikkeld om samenhangend na te denken over de ontwikkeling van een onafhankelijk Suriname. Vandaar de dag zien we dat terugkomen. In de wijze waarop de huidige regeerders alles hebben opgehangen aan het IMF-programma. Maar net als voorheen, ondanks dat ze alles voorgeschreven kregen, zien we dat ze niet in staat zijn om zelfs dat voorgekoud beleid op een behoorlijke wijze tot uitvoering te brengen. En if IMF moest, leg je uit dat je sociaal programma moet doen. If IMF moest, leg je uit de lonen lag je toezien, dan doe je het echt heel, heel slecht. Bovendien was die Europeaan hier om blad te maken, om een jank te maken. Dus onze politici moesten omkoopbaar zijn. Ongeacht onze Surinaamse wetten en controlerende instituten. Daarbij hebben de Surinaamse politici van toen een kleine groep van friends en family om zich heen verzameld, die zich maar al te graag laten omkopen. Als het niet is met vergunningen, dan wel met veel te hoge grote werkopdrachten. En zo is dan leidend geworden vandaag de dag dat slechts de belangen en behoeften van die kleine groep van friends en family in deze oude zienswijze leidend is geworden. Net als onder de vorige regering zien we weer dat vergunningen en aanbestedingen slechts naar kleine groep gaan, ook onder deze regering. En alles wat ze doen, openmarkt operaties, friends en family, Mennonieten friends en family, grondconversie, friends en family. De wijze waarop BTW is ingevoerd, friends en family. Ze weten het gewoon niet beter. Een ander kenmerk van deze oude politieke zienswijze is dat vervolgens samen met deze kleine groep de bevolking verdeeld wordt en verzwakt. Als het niet etnisch is, dan wel partijpolitiek. Ons volk wordt hiermee afhankelijk gemaakt en daarna omgekocht met banen, gronden en pakketten. Onder de vorige regering moest je paars zijn. Onder deze regering moet je oranje, dan wel groen of geel zijn, om in aanmerking te komen voor een baan, dan wel een stukje grond, dan wel een pakket.
Gekozen DNA-leden verrijken zich op dit moment zonder schijnen met gronden en een tweede en een derde baan binnen de overheid. En als we dachten dat het alleen beperkt bleef tot de coalitie, we zien dit dat ook DNA-leden uit de huidige oppositie aan het werk worden gezet. En onder deze regering zien we nog een aspect erbij komen. Onze president wil nomo-nomo als een good guy overkomen. Wamboumati. Zodra hij in het buitenland is. Allerlei beloftes worden gedaan in het buitenland. En bijna een vredepoezin aan Matagorosi. 150 vergunningen aan de Guyanese vissers. De problemen in Haiti zou hij oplossen. En zometeen gaan we horen dat hij ook het probleem van Gaza en Israël heeft opgelost. Vanuit onze Surinaamse ambassade in Jeruzalem. En last but not least, telkens als het gaat om financiële zaken op orde te stellen, passen deze oude politici een oud recept toe. Namelijk, ons volk wordt steeds meer, steeds verarmd, totdat het bijna niet meer kan. Een nieuw economisch evenwicht ontstaat ver onder de armoedegrens, dat we vervolgens stabiliteit en ontwikkeling noemen. Maar dit recept brengt letterlijk alleen honger en ellende onder het volk. Op een criminele wijze is het volk afgelopen twee regeringen bewust verarmd. Onder de vorige regering is een kleine groep van friends en family verrijkt met meer dan 5 miljard SFD door belastingvoordelen. En onder deze regering, weliswaar misschien een andere groep van friends en family, is deze groep verrijkt met 4 miljard SFD, bijna 4 miljard SFD, door de zogenaamde openmarktoperatie. En ondertussen strooien ze zand in de ogen van het volk hoe Suriname hoge schulden heeft, hoe ze daardoor met de rug tegen de muur staan, geen geld hebben om te investeren in die samenleving met alle consequenties van die. Laten we vandaag de dag aan de 2023 harde conclusies trekken. Suriname zal niet tot ontwikkeling komen met deze oude politieke zienswijze. In 1971 zeiden we in het Nationaal Urgentieprogramma nog heel zachtjes. Oropolitiek naar Poussari. Aan 2023 moeten we harde conclusie trekken. Breed maatschappelijk. Oropolitiek naar Ewoko. De oude politiek heeft niet gewerkt en zal ook niet werken. Door deze oude politieke benadering is het volk voor een groot deel het vertrouwen kwijtgeraakt in de Surinaamse politieke leiders. Terwijl op dit moment een deel van het volk wegvlucht naar het buitenland uit pure ellende, hunkert het merendeel naar verandering. En deze verandering is mogelijk. Maar die verandering gaat niet komen met een verandering in de marges. Zoals een aantal van ons zeggen. Maar laten we dan maar teruggaan naar de vorige NDP-regering, want die nam tenminste leningen om de pijn te verzachten. De verandering waar we op staan te wachten, gaat alleen komen met een radicale vernieuwing. En die radicale vernieuwing zal moeten komen uit dit politiek huis. Want het is de PALU die meer dan welke partij dan ook heeft begrepen dat we afstand moeten nemen van deze oude politieke zienswijze. En dat we die oude politieke zienswijze moeten vervangen met een vernieuwende politieke zienswijze. En let op, ik praat niet over een nieuwe politieke zienswijze. Ik praat over een vernieuwende politieke zienswijze. En die zienswijze staat al vanaf 1977 in ons politiek manifest. En ik ga dat samenvatten. We moeten ons land, onafhankelijk land, herinrichten naar de belangen en behoeften van ons volk. En de verdiensten uit onze menselijke en natuurlijke hulpbronnen op de eerste plaats inzetten voor de ontwikkeling van ons volk, van ons land. Suriname eerst dus. Een vernieuwende politiek die vooral uitgaat om als eerste gebruik te maken van de eigen opties en mogelijkheden
zeker als het gaat om oplossen van financieel-economische problemen in ons land. De PALU was de enige politieke partij die in de propaganda in 2020 zei, we moeten naar het IMF als laatste. Als we eerst versneld onze achterstallige belastingen van meer dan SED 5 miljard hadden geïnd. Als we eerst Surinamers hadden uitgenodigd om te investeren in zeer winstgevende productieprojecten. Surinamers die vandaag de dag bijna 2 miljard US dollars hebben gespaard. 2 miljard US dollars. Als we dat eerst hadden gedaan, hoefden we waarschijnlijk niet eens naar het IMF, omdat we onze schuldverplichtingen zouden zijn nagekomen en de vele devaluaties niet nodig waren geweest. En als we toch naar het IMF zouden moeten gaan, hadden we een heel ander IMF-programma eruit gekregen. Er is veel te zeggen over die vernieuwende politiek van de PALU. En er zijn nog een aantal sprekers na mij. Maar laat mij nog één ding zeggen hierover. Kaderleden, vrienden van de PALU. We hebben een opdracht. We hebben een opdracht om deze vernieuwende politiek uit te leggen aan het Surinaamse volk. En niet alleen met woorden, maar we kunnen ook wijzen op onze daden. Concrete resultaten die we voor ons land en volk hebben neergezet op verschillende momenten toen de PALU in de regering zat. Ik ga een paar opnoemen. Oprichting staatsolie. Oprichting staatsziekenfonds. Wijzigingen en uitbreiding van de taken van de centrale bank met de taken van de centrale bank van een onafhankelijk land, zoals het hoort. Opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de vrouw. De vele scholen die zijn gebouwd, tot ver in het binnenland. Diverse bruggen die zijn gebouwd op basis van Surinaamse aannemers, architecten en ingenieursbureaus. Vele productieondernemers gestimuleerd in de agrarische sector met toen top-exporten naar het buitenland. Meer dan 1000 volkswoningen gebouwd in een jaar tijd met zoveel als mogelijk Surinaamse bouwmaterialen. En niet te vergeten de twee mooie goudovereenkomsten waar alle regeringen van tot nu toe van profiteren. De Nationale Basiszorgverzekering. De Nationale Pensioenwet. De Wet Minimum Uurloon. Meer dan 152 kilometer waterleidingbuizen met water. De vele elektrificatieprojecten tussen 2010 en 2015. De kritiek op onze financiële staatshuishouding, die heeft geleid tot een nieuw geautomatiseerd systeem. En zo zouden we kunnen doorgaan. De lijst van verworvenheden is veel te lang. En ik had maar 15 minuten. Integer, samenhangend, deskundig. Dat is de PALU. En enkele van onze inzichten worden inmiddels breed overgenomen door anderen in de samenleving. Een goede zaak. Nu anderen enkele van deze meningen ook delen. Althans, daar lijkt het soms op. Afstand nemen van etnische politiek. Leningen die als inkomsten worden geboekt op onze staatsbegroting. Omens verrijken slechts onnodig een kleine groep. Noem maar op. Maar laat het hier ook gezegd zijn. De inzichten en standpunten van de PALU wijzigen niet als de PALU nog in de coalitie zit of als de PALU in de oppositie zit. Want soms lijkt het erop als we politici onze standpunten delen als ze in de oppositie zitten, want ze klinken mooi. Zodra ze in de coalitie zitten, doen ze precies het tegenovergestelde. Opportunisme heet dat. Waya-waya politiek. De PALU is standvastig. We moeten onze positie als leidende politieke partij opeisen. Laten we daarbij niet bescheiden zijn. We hebben bewezen dat de beloften van de PALU geen loze woorden zijn. De PALU heeft veel verworvenheden, die weliswaar ook andere claimen, maar niet kunnen realiseren als de PALU er niet bij zit. Omdat ze niet weten hoe. Want kaderleden, vrienden van de PALU, zoals men het zegt in het Engels, the best cook in the kitchen is the cook himself. De beste kok in de keuken is de kok zelf. En de PALU was niet gewoon een kok. Maar de chef-kok toen deze verworvenheden gerealiseerd werden.
En dan kunnen ze die ideeën overnemen. En laten we ze 26 zetels, 451. Ze gaan het niet kunnen realiseren zonder de PALU erbij. Dus, kaderleden, vrienden van de PALU, nu is het tijd om aan het volk te vragen. Stemt u op de PALU? Stemt u op de PALU, dan zullen we weer laten zien hoe grote zaken tot stand gebracht kunnen worden voor land en volk. Want met de PALU in de regering zal elke komende regering beter presteren. Dank u wel. Dankjewel Henk van der Laan met het politiek verslag. Er zijn heel wat leuke dingen erin opgenomen. En dat is steadiness. Dat je wat je nu zegt, je over 10 jaar ook moet zeggen. Dat wil zeggen dat je standvastig bent. De volgende spreker is een mevrouw. Ze luistert naar de naam Tirsa Warner. Mag ik een applaus voor Tirsa Warner? Mijn naam is Tirsa Warner. Ik ben geboren in 1976. 1 jaar na de onafhankelijkheid. Een geboren Surinaamse. Je hoeft me niet af te vragen, ik ben in 74, 73, ben ik nou Nederlandse of niet? Nee. Ik ben in 1976 geboren. En geboren Surinaamse. Fijn u allen te verwelkomen op deze open kaderbijeenkomst. Ik zeg u ook welkom aan al onze gasten. Ik heb 5 minuten de tijd om samen met u 2 dagen voor onze onafhankelijkheid onze gedachten te laten gaan over ons verleden, ons heden en onze toekomst. Onafhankelijkheid. Google search. Van iemand afhankelijk. Nogmaals. Van niemand afhankelijk. Niet door iets bepaald of geregeld worden. Niet in iemands macht of zijner beschikking staande. Anunnaki, Google, search. Onafhankelijkheid, een mooi woord. Burgerlijk wetboek, 18 jaar, meerderjarig. Strafrechtelijk vervolgbaar, dat wist ik niet. Dus iedereen die 18 is, if you do a feit, je wordt als een adult, ja? Behandeld. Vooral als het gaat om zedendelicten, hoe noem ik grap? 21. Handelingsbevoegd. Volwassen. Als we moeten beslissen wanneer een land volwassen genoeg is om onafhankelijk te zijn, wat zouden daarvoor de voorwaarden moeten zijn? Stop dat nadenken. Wat maakt een land die eeuwen gekoloniseerd is, ready om onafhankelijk te zijn? Amerika, Guyana, Venezuela, India, Suriname. Wie, oh wie, heeft de moed zo'n beslissing te nemen? Het is 1 ding om tegen jezelf te zeggen, ik ben 18. Ik wil nu onafhankelijk zijn.
Het is een ander ding om die beslissing te nemen, 1975, plus minus 395.000 inwoners, Google search. Je beslist dat voor mensen met een andere achtergrond, met een andere ras, met een andere energie. Waarover was ik? Oh nee, ik was nog niet geboren. Spannend. Ik vind het fijn om onafhankelijk te zijn. Het is een persoonlijke keuze van ons allen. Maar het heeft consequenties. Het betekent zwemmen of verdrinken. Het moment dat je vindt dat je een dambi guma bent of een dambi guma, dan moet je voor jezelf kunnen zorgen. Hè? De realiteit van het leven is dat dit een natuurlijk proces is. Het is raar als je 25 bent, 30 en je bent nog afhankelijk van je ouders. Het is een natuurlijk proces dat de bewoners van een land, mensen die werken, wonen, leven in een land, op een bepaald moment de keuze maken dat ze zelf willen beslissen hoe het land bestuurd wordt. Niks is fout daaraan. Wanneer is het juiste moment? Was het gisteren? Is het vandaag? Of morgen? Een discussie die vele malen is gevoerd. Ja, het is een feit. 25 november 1975 werden we een democratische staat. Onafhankelijk verklaard. 48 jaar later. Ups en downs. 2020, 2023. Er is een storm gaande. Wereldwijd. Suriname. Ons mooi, onafhankelijk land. De storm, we zitten er middenin. De storm, we ervaren het allemaal. Maar het feit is dat niet iedereen een boot heeft, een jacht, zwemvesten. Sommige mensen kunnen niet eens zwemmen. Wie zwemt en wie verdrinkt in deze storm die nu gaande is, wereldwijd. En ook in Suriname. Economische instabiliteit, climate change, corruptie. 48 jaar geleden. De beslissing werd genomen onafhankelijk te zijn. Niks wordt meer voor ons bepaald. De consequentie van deze beslissing voelen we nu met z'n allen. Dames en heren, ik wil niet verdrinken. Ik moet zwemmen. We moeten zwemmen. We moeten met alle respect die we voelen voor ons land, voor onszelf ervoor kiezen, alles eraan te doen om een mooie toekomst tegemoet te gaan. Het is overduidelijk dat het beter kan. 2020, 2023. Achteruitgang. Onderwijs, welvaart, welzijn, gezondheidszorg. You can go on and on. We hebben geen vergrootglas nodig om dit te zien, om dit op te merken. Jawel. Er zijn bepaalde van ons, hebben last van niets. Ze gaan op hun jacht of in hun jacht, tapa jacht, ze gaan gewoon door de storm. Ze voelen niks, dat is waar. Dat is toch gegund? Maar het gros kan nauwelijks een voedzame maaltijd nuttigen. Moet het school verlaten. Heeft geen goede woonplek. Zwemmen of verdrinken. Gevallen van deze storm. Verhoging van de criminaliteit. Huiselijk geweld. Door stress. De list moet harder worden. Maar ik heb maar 5 minuten dus. 25, 11,
1975. That was not the deal. It was not the deal. Het was bouwen aan een mooie toekomst. We kregen een mooi volkslied. We kregen een mooie vlag. Is het echt zo moeilijk met al die geleerden, met hun theorieën? Waarom is onze praktijk niet mooi? Waar zijn die productiebedrijven? Het buitenland is daar. Waar zijn die win-win deals? Suriname heeft zoveel te bieden. Water, goud, hout. Tegenwoordig ook eer. Onze jeugd. Waar zijn de investeringen in hun? Mensen. Stop dat nadenken. Pan. Progressieve arbeiders en landbouwers Unie. Partij voor iedereen. Partij voor de werkende klasse. Alle respect voor de beslissing toen genomen. Door wie, wat, waar is de past. It's over. Voor mij wel. Het is nu tijd voor een nieuwe start. Nieuwe systemen. Nieuwe procedures en methoden. Ja. Zwemmen of verdrinken. Alles heeft zijn tijd. En alles heeft zijn uur. Wilt u samen met ons zwemmen naar die mooie horizon? We kunnen het. We zijn onafhankelijk. We zijn intelligent. We zijn sterk. We zijn creatief. We hebben resources. We hebben alles in huis. Om samen met u de horizon aan te raken. Let us be the change. Everyone of us. Here it is. Dankjewel, Tirza, voor je bijdrage. Ik luisterde naar het jaar waar je zei dat je geboren was. Ik ben van 1972, dus ik ben onder de Nederlandse vlag geboren. En ik heb me laten vertellen dat iedereen op die dag een gulden heeft gekregen. Is het waar? Daar heeft die persoon me voor gelogen. Maar ik was 3, ik zou net mijn moeder bellen in het hiernamaals om te vragen als ze dat geld van me heeft belegd of zo. Abodoroa, mooi is dat niet, hè? Na 48 jaar 1 gulden. Dan zal die persoon aan zijn snor trekken. De volgende spreekster is mevrouw Reina Cirino. En ook zij krijgt, net als de vorige spreekster, 300 seconden. Goedenavond, Odi Odi, welkom in ons Palu Centrum. De uitdaging van ondernemen in Suriname. In Suriname, met onze bevolkingsgrootte van ongeveer 590.000 inwoners, zijn er ongeveer 15.000 bedrijven. Volgens de informatie die BBC op het internet heeft geplaatst, zijn er een heleboel investeringsmogelijkheden op het gebied van onder andere infrastructuur, agribusiness, ecotourisme en hospitality en foodindustrie. Wat de bovenstaande punten vragen betekenen, lijkt het opvallend dat het merendeels bedoeld is voor buitenlandse investeerders. Hoe zit het met het investeringsklimaat vriendelijk maken voor Surinaamse producenten, onze arbeiders en landbouwers? Agribusiness is de combinatie van agriculture en business en verwijst naar het uitoefenen van de landbouw en landbouwgerelateerde activiteiten. Het omvat het geheel van productie, verwerking
en distributie van landbouwproducten. Een belangrijk onderdeel hierbij is een goede infrastructuur om de eindproducten te transporteren, zowel lokaal als naar het vliegveld, indien het gaat om export. Export dat zo gewenst is in ons land. Overal zijn onze wegen in een slechte staat. Wat voor actieplan heeft de huidige regering hieromtrent? Zal het maar doorgaan om 3 jaren in de regeerperiode nog steeds te verwijzen naar de mistakes van de vorige regering? Ondertussen slaan vele middelgrote en kleine bedrijven haast over de kop en worden Surinaamse ondernemers niet beter ondersteund. Het verdienen van valuta lijkt voor velen een utopie. Wij van de PALU stellen dat het creëren van een gunstiger investeringsklimaat door middel van lage rentes voor ondernemers, landbouwers en verwerkers een belangrijke voorwaarde is bij dit alles. Ons land is verder ook prachtig qua natuurlijke schoonheid. Middels ecotourisme, waarbij men gebracht wordt, voornamelijk naar het binnenland reist, dient er rekening gehouden te worden met het welzijn van de plaatselijke bevolking. De cultuur van die bevolking moet worden gerespecteerd en de natuur in zoveel mogelijk ongeschonden te brengen. De lokale foodindustrie kan hieraan verdienen. Op deze manier wordt een werkgelegenheid gecreëerd voor de lokale bewoners. Hun economische positie kan hierdoor worden verbeterd. Laten wij daarbij niet uit het oog verliezen dat de opkomende gas- en olieindustrie binnen 10 jaren grote invloeden gaat uitoefenen op de ecotourisme en de voedingssector in ons land. Dit kan zowel positief als negatief zijn. Ik vind dat wij van de PALU als over bovenstaande punten dienen te buigen bij eventuele regeerverantwoordelijkheid in de komende periode. In het kader van de herdenking van 48 jaar onafhankelijkheid sluit ik met deze zin. Suriname voor de Surinamers. Ik dank u. U voorbeeld kan zijn van heel veel dingen die misgaan in het land, waar tijdmanagement sowieso een factor is dat bepalend zou moeten zijn. Ja, en we onderschatten het, maar heel veel dingen gaan mis omdat men de tijd niet neemt of de tijd niet benut. Bijvoorbeeld je vinger opsteken om te zeggen dat zaken niet goed gaan, is ook time management. Op tijd zijn. Je studie afmaken. De tijd nemen om te vragen wat de dresscode is. Het zijn allemaal zaken die verband houden met tijd. En als we dat gaan beheersen, dan denk ik dat Suriname meer voordeel eraan heeft dan nadeel. De volgende spreker is Melvin Heines. En hij is bestuurslid van de PALU. Mag ik een driedimensionaal applaus? Goedenavond, dames en heren. Dankjewel, ja, ook een goede naam van mijn kant uit. Ik ben blij dat jullie de tijd hebben genomen om hier te zijn. Want ik snap dat het in deze situatie, deze moeilijke situatie, wat extra energie vergt om hier aanwezig te zijn. Kijk, ik ben een heel praktisch persoon. En daarom ben ik ook niet meer lezen enzovoorts. Omdat ik nadenk over die zaken. En in feite wil ik vandaag 2 boodschappen geven. 1. Je hoort vaak van een heleboel verklaard. En wat er misgaat. En wat er allemaal de regering niet goed doet.
Maar ik ben heel praktisch. We hebben niet echt veel aan gezeik, geklaag enzovoorts. Ik wil dus praten over oplossingen. Willen jullie oplossingen horen? Ja toch? Maar we beleven eigenlijk allemaal de situatie. Je is al een soort situatie meteen. Je vier apina. Of ik weet niet, wacht even, laat me eerst vragen. Wie hier vindt het moeilijk gaat in het land? Steken jullie vingers op. Oké, nee, niet iedereen, want wat we eigenlijk nog zijn, is waarschijnlijk hebben ze net een stukje beter. Maar ik ga je zeggen, als je het nu goed hebt, als de palo, laten we zeggen die 20 zetels van de VHP had, of die 26 zetels van de NDP, als jij het nu goed hebt, waarschijnlijk het veel beter. Het zal alleen beter. Ja, dus zoals ik zei, we vieren APINA, we ervaren het, we zien niet. Poppenkast in onze politiek. Dus ik hoef daarover niet te praten. We zien die friends and family politiek. We gaan dus praten over oplossingen. Ja? Hoe komen we uit die situatie waarin we nu zijn? Hoe komen we uit die dip? Hoe maken we Suriname beter? Hoe? Ja, zo verwachten nu eigenlijk dat ik een opsomming zou geven van een heleboel oplossingen. Oplossingen al het verbeteren van het onderwijs. Verbeteren van onze gezondheidszorg. Is in investeren in onze productie. Nee, dat is niet het punt dat ik wil maken vanavond. Dat is ook niet het punt dat ik vanavond wil maken. Want blijkbaar, kenbaar, weten we wat er moet gebeuren. We weten al wat er moet gebeuren. We hebben die oplossing. Dus ik kan jullie eigenlijk een heleboel oplossingen. En Palu zien, Palu kan konden wel een low oplossing. En het is net de Palu eigenlijk met oplossingen gekomen. Palu heeft de NDP, de huidige regering, een heleboel oplossingen aangeboden. Maar wat hebben ze met de oplossingen gedaan? Huh? De president is bij het begin van zijn termijn geconfronteerd door een palo in Nederland. Die heeft hem gezegd van, stop met je friends and family politiek, het gaat alleen maar problemen zorgen in het land. Heeft hij ernaar geluisterd? Nee. Dus het is niet dat die partijen die, en het gaat meer om de partijen die 26 zetels en 8 zetels en 20 zetels hebben. Want die partijen hebben eigenlijk voor het zeggen. Hè? En het andere punt is, het zijn diezelfde partijen die sinds ons onafhankelijkheid steeds weer aan de macht zijn geweest. Geen enkele andere partij, alleen de partij. Zij hebben altijd bepaald. Dus eigenlijk kan je zeggen, uit die conclusie, het zijn deze grote partijen die ons land hebben geplaatst in de situatie, want zij hadden de leiding, zij hadden de echte leiding. Als ik nu kijk naar wat ik heb uitgelegd, ze hebben de oplossingen, of ja, waarom bieden ze de oplossingen aan, maar ze doen niets met die oplossingen. Dat wil eigenlijk zeggen dat dit een oplossing, dat is het gewoon simpel. You have an oplossing. Met deze is dan een oplossing. Maar in een chara oplossing? Nou goed, in een chara oplossing toch? Dus waarom in de wereld zou jij bij de komende verkiezingen van 2025 weer stemmen op een partij die 26 of 20 of 18 zetels heeft gehad en gewoon geen bal heeft gedaan met die oplossingen? Het lijkt niet logisch. Het lijkt helemaal niet logisch. Wat moet er dus gebeuren? Ons stemgedrag moet gaan veranderen. We moeten gaan kijken naar partijen die daadwerkelijk die oplossingen kunnen. Wat ik zeg kunnen, hè? Want alle partijen zijn blind. Kunnen en willen implementeren. En dan ga je zeggen, waarom ik zeg kunnen, een heleboel nieuwe partijen bieden zich aan, wat ik net zei net kunnen, hè? Want ik zeg ook niet, stem op alleen maar nieuwe partijen. Dat zeg ik ook weer niet, want ze moeten het wel kunnen. Die kiezen als je een nieuwe partij daar zet, en ze kunnen het werk ook niet doen. Dus luister goed wat ik zeg. Zet een partij daar, verander je stemgedrag, zet de partij daar die het werk kan
En die het zeker wil doen. En weet je welke partij het kan en zeker wil doen? Palu. Palu, zeker. Palu, palu, en zeker doen. En wil het ook doen. En hoe doen ze eigenlijk, sinds we eigenlijk als partij zijn opgericht? Hè? Mensen hebben Palu naar een partij naar een konman. Ingenieur. Je zegt van, ja, die man, een partij naar de konman. Ah, een partij naar de ingenieur, toch? Denk je me aan, Sam. Wanneer je in een vliegtuig staat, weet dat de piloot eigenlijk een slim persoon, een specialist eigenlijk is om te vliegen, toch? In de wereld, wat een populair man zegt, van, ah, ik is een play, maar ik wil niet zeker dat die man kan vliegen. Je wil zeker zijn dat die man, hij moet bewijzen dat hij, en kunnen bewijzen aan zijn uniform en alles, dat hij een piloot is. Anders heb je geen vertrouwen in hem. Waarom in de wereld hebben we dan zoveel vertrouwen in mensen die geen specialist zijn, die niet eens of hebben bewezen, want ze hebben 26 en 20 en 8 zetels gehad en ze hebben bewezen dat ze het niet kunnen doen. Waarom hebben we nog steeds vertrouwen in deze mensen? Dus dat is een van de boodschappen die ik wil geven aan de mensen, de kijkers. Oké, ik hoor stemgedrag. Dat moet gebeuren. En we weten het eigenlijk ook. We zagen dat Oloman stemt in stemmen. Het gaat niet werken. De komende regering. Als we stemmen op onze oude manier. Gaat het weer misgaan. Het tweede punt dat ik wil maken. En ik heb daarvoor jullie graag jullie participatie nodig. Ga vragen. Wie wil dat Suriname vooruit gaat. Wie wil dat Suriname gaat groeien? Wie wil dat Suriname uit deze situatie komt? Steek je vingers op. Ja? Ik zie iedereen hun vingers opsteken. Dus iedereen. Het zijn allemaal mensen steken twee handen op. Als het kan, zou ik mijn benen ook opsteken. Maar goed. Iedereen wil dus dan dat het goed gaat met Suriname. Iedereen wil dat er ontwikkeling komt in Suriname. En ik kan het begrijpen, niks aan de man, je was je dat akkoord een keer draaien. Ja toch? Natuurlijk. Waarom? Nee, dat heb ik een tweede vraag voor je. Wie hier zou willen bijdragen om die ontwikkeling, die vooruitgang, te realiseren? Wie? Ik ben blij om zoveel mensen te zien. Ik ben echt blij om zoveel mensen te zien. Weet je wat ik meestal zie? Mensen zijn bereid, of mensen willen die verandering hebben. Ze willen allemaal dat het goed gaat enzovoort. Maar ze willen niet bijdragen aan die verandering. Ik ga je zeggen, even hoe ik het onderdeel is draaien. Het gaat niet uit de lucht komen vallen. Zoals de heer Boyer van het begin van Avalieve zei. Je moet eerst doen, dan gaat het. God de rest voor je doen. Maar je moet eerst doen. Dus Apollo Koestranal, als je verandering wil hebben, en wil daadwerkelijk dat die dingen die gedaan moeten worden, die oplossingen geïmplementeerd moeten worden, help bij de ontwikkeling. Help de Palu. Draag bij de Palu om die oplossingen tot stand te brengen, om die oplossingen te implementeren. En aan de kaders hier, ik zou zeggen, neem mijn boodschap mee. Deel het precies zo eigenlijk met de rest. Zodat mensen begrijpen dat we niet op dezelfde manier door kunnen gaan. En dat we jullie hulp ook sowieso horen hebben. Kijk, we hebben een zware taak voor ons. Hè. Ik ga je zeggen, het is niet makkelijk om tegen die partij die 26 zetels en 20 zetels en 8 zetels hebben. Om tegen ze te strijden. Omdat zij andere middelen gebruiken. Mensen zeggen vaak gewoon van, ja, Palu en zijn partij. Ja, wij werken op kennis en kunde. Wanneer doe de trassen, zet de trappartijen. En als we echt verandering willen hebben, als we echt integere mensen, echt mensen die los een verandering gaan brengen, dan moet je ook die mensen de kans geven. Ik denk, dat is maar wat Jeff en Waan ziet. Je moet ze, diezelfde 20 zetels, moet je ze ook kunnen geven als je echt verandering wil hebben. Anders hou je jezelf voor de gek. Dus nogmaals, verandering is mogelijk. Laat over aan de specialisten. Laat over aan de Palu. Dank je wel.
Ik kan een beetje zingen, maar ik denk dat als ik zeker één keer in de week nog meer betere groenten ga eten, ik ook misschien zo kan doorleven ook. Op een gegeven moment heb ik het gevoel dat ik achterover zou vallen. Maar het is mijn 51-jarige brein dat denkt van, oh pardon. Maar als je jong bent en je bewegelijk bent en je heel hard werkt, dan kan je zo bewegen. En ik hoorde Freedom in het lied. En de volgende spreker is Rashmi Rezida. En hij heeft de vrijheid om die 19 seconden die mevrouw Cirino niet heeft gebruikt, te gebruiken. Mag ik een applaus voor Rashmi Rezida. De mensen die volgen via radio en tv, aan alle goede naam. Ik ben Rashmi Rezida en ook ik heb een woord die ik zou willen delen hier de avond met de Surinaamse samenleving. Aan de vooravond van 48 jaar staatkundige onafhankelijkheid zou ik blij willen zijn. Maar helaas ben ik niet blij. Of ik kan niet blij zijn. Ik kan pas blij zijn wanneer de rijkdommen van Suriname niet langer in handen zijn van friends en family. Ik kan pas blij zijn. Kun je goed zien? Yeah.
probleem wordt dit. Dankjewel. En dat zou ik moeten vragen. Zit u maar beter? Ja. Goed. Ja, zo ja. Moet ook een beetje zo. Ik kan pas blij zijn wanneer de woorden zoals kafri, koolie, blauwkop volledig uit ons bestaan verdwenen zijn. Ik kan pas blij zijn wanneer het beter onderwijs beschikbaar is in stad, binnenland en voor de districten. Ik kan pas blij zijn wanneer het belang van Suriname niet langer ondergeschikt is aan partijbelang, wanneer het belang van Suriname niet langer ondergeschikt is aan privébelang, maar dat daadwerkelijk het belang van Suriname prevaleert boven alles. Generaties op generaties gaan verloren. Toekomsten op toekomsten gaan verloren. Zeg maar, hoe kan ik blij zijn wat zelfs ons kader gaat verloren? Ik kom uit Tora, ik kom uit Hanaslus, ik kom uit Saramaka, ik kom uit Sandopolder. En geloof me, ik heb Suriname kunnen ervaren en ik heb het kunnen aanschouwen. Ik ga pas blij zijn wanneer leerkrachten en verpleegsters mij gewoon ambtenaren niet langer moeten bedelen op straat voor een betere motto. Ik ga u zeggen dat ik ook blij zal zijn wanneer de pensioengerechtigden niet bang hoeven te zijn om met pensioen te gaan. Wanneer de pensioengerechtigden na het werken van hun pensioen niet hoeven denken aan welke baan ga ik beginnen om het hoofd boven water te houden. Als dat tot het verleden kan behoren, dan zal ik blij zijn. Als leerkracht en juristenstee wil ik deze en de toekomstige generaties weer hebben in een situatie waarmee ze hoop zien in Suriname. Omdat ik het gevoel heb alsof velen nu zoiets hebben van we zien geen hoop meer in Suriname. Maar ik wil blij zijn wanneer ik zie dat de mensen wederom hoop hebben in Suriname. Dus nu want a hoop kom bakken. Dus op 25 mei 2025, dat zeg ik aan de Surinaamse samenleving. Maak een goede keus. Maak een keus voor de toekomst. Maak een keus zodat deze generatie, maar ook de toekomstige generaties, kunnen genieten van dit land, mijn land, jouw land, ons land. Mama Srana. Ik ga nog aan de 5 minuten. En ik ga u verlaten met deze vraag. Zijn de inkomsten van onze oil en gas veilig in de handen van de huidige regerders? Ik dank u. Mag ik nogmaals een applaus voor Rassi Rinkida? Ik ken Rassi als zanger. Daarna begreep ik dat hij in het onderwijs zat. Maar zijn betoog leek meer op een gedicht in spelen. Dat is heel mooi, maar mijn poëtiek. De energie ging een beetje tintelen. En Rassi is een van de gastsprekers
is geen lid van de Palu, maar hij heeft zijn stem laten horen. En om je stem te laten horen moet je durven hebben. Want deze gezegde, het enige dat er moet gebeuren, dat de samenleving helemaal verovert, is wanneer mensen die iets moeten zeggen, niet zeggen. Die zijn bijna net zo schuldig als de schuldigen. Iedereen zou iets moeten zeggen. En de volgende spreker heeft zoveel energie, dat als hij nu op de lagere school zou zitten, ze zouden zeggen dat hij ADHD heeft. En het is een woord die te pas en te onpas gebruikt wordt. Maar er zijn mensen met meer energie dan de rest. Hij is de ondervoorzitter van de Palu en hij luistert naar de naam. Ik heb bij de vorige spreker een driedimensionaal applaus gevraagd. Bij Imran Doos ga ik een buitenaards applaus vragen. Imran Doos, the floor is yours. Vroeger kon je fluiten, nu niet meer. Nu gaan wij weer fluiten. Dames en heren, Palu's, kijkers, thuis, Surinamers, mensen die begaan zijn met het lot van Suriname. Goedenavond. Eigenlijk zou ik anders beginnen, maar ik wil dus een paar spijkers op de kop slaan. En ik wil het als voorbeeld aanhalen. Maar voordat ik dat doe, denk ik dat we hebben deze bijeenkomst gehouden tegen de achtergrond van de onafhankelijkheid. Het is gewoon een kaderbijeenkomst. Maar door noodzaak, doordat dat land zo diep is gezonken, doordat we het zo diep in onze zakken voelen, doordat je het zo diep in je maag voelt, zijn we genoodzaakt om deze residentie niet gewoon als bezinningsdag voorbij te laten gaan of als weer een mooie viering, maar om deze residentie bij elkaar te komen, de koppen bij elkaar te steken om te kijken hoe wij de vernieuwing vorm gaan geven. En de vernieuwing is iets anders dan het alternatief. Raak niet in de war. Mensen zijn op zoek naar het alternatief. Maar wanneer je op zoek bent naar het alternatief, heb je zoveel smaken, zoveel kleuren. Je kan ook een alternatief vinden in nog slechter dan dat het nu is. Is ook een alternatief. Toch? We hadden niet verwacht dat dit het alternatief zou zijn van het vorige beleid. Dus we moeten ons niet blind staren op het alternatief. We moeten ons pinpointen. We moeten ons bijscholen, we moeten ons bijschaven, we moeten onze tijd, soms ons gezin, voor een deel opofferen, omdat het algemeen belang roept. En het algemeen belang roept niet om een alternatief. Het algemeen belang roept om de vernieuwing. Dankjewel. Ik kon zien dat de jongeren in de partij net achter de schermen stonden en dat zij net stonden te applaudisseren. Dat is een effect van de vernieuwing. Ik wil jullie vragen om de vernieuwing te joinen. Dank u wel. Kijk, als wij de vernieuwing willen realiseren, dan moeten we dat niet met bita doen. Dan moeten we niet boos worden, of we moeten niet die boosheid opkroppen die we hadden ten tijde van Aaron, ten tijde van de koloniale periode, ten tijde van Fini, ten tijde van Bosch, ten tijde van Bouta, nu bij Chant. We zijn constant boos geweest. Onze politieke leiders hebben ons constant boos gemaakt, constant gefrustreerd, constant achtergehouden. En alleen de mensen die dichtbij genoeg waren, alleen zij konden meegaan. En dat is niet iets van Poti Chan. Dat is iets wat we al bijna 50 jaar meemaken in dit land. En wanneer wij politiek willen bedrijven, wanneer wij onze ogen richten op 2025 en een heleboel barbarie maken over het alternatief, wanneer we willen zoeken naar de grote partij, wanneer we willen zoeken naar Zuma Ababoro Bigi Emekaboro Bigi Bari om je stem op uit te brengen, dan missen wij voor de zoveelste keer de boot, want precies zo hebben wij het al die jaren gedaan.
Dus wanneer we nu, en dan praat ik met de Palus, dan praat ik met de mensen thuis, die voelen in hun binnenste dat eigenlijk dem oko, eigenlijk dem duansani, maar dem osap sa dem du. Omdat ze terecht niet in die toko-toko willen stappen van de oude politiek, ja. Omdat ze terecht de ambtenarij verlaten, omdat ze niet langer met die rommel kunnen. Door dit beleid dat we al 50 jaar op gang houden, trekken mensen zich terug uit de maatschappij. Nemen mensen geen verantwoordelijkheid meer voor de toekomst van ons land. En dat zijn geen mooie woorden, beste Palus, mensen thuis, vrienden, Surinamers, iedereen die kijkt en luistert. Het zijn geen mooie woorden. Het is een serieuze zaak. Het is een serieuze zaak dat mensen geboren zijn in dit land en niet weten of ze hun dromen zullen kunnen waarmaken. Wat heb je aan een leven waar je letterlijk leeft, wat is die uitdrukking? Leven in de hoop en sterven in de verwachting? Ga jij zo plezier op dood wanneer je weet dat je kinderen op dezelfde manier achterlaat? En je weet niet van je doodgaat, je weet niet of je kinderen achterlaat. Maar zou je er vrede mee hebben dat je dit land verlaat, zonder dat je meer dan wat nodig was, meer dan wat tot nu toe nodig was, zonder dat je dat hebt gegeven om dit land te redden. Zonder dat je iets meer hebt gegeven om jouw nostalgie, jouw kinderomgeving, jouw liefde voor Suriname en al die dingen die je hebt meegehad in je jeugd, om dat gewoon over te laten aan wanbeleid. Wanbeleid, friends and family, mensen die onze cultuur vernietigen, mensen die sneeuw willen nabootsen op ons onafhankelijkheidsplein. En daar maar eens over na denken. Jessie. Klim in die kerkboom. Jessie. Want dat is dat ding. Je bent aan het naapen. En als je niet kan, die gado zegt, dan komen we je helpen. Maar we gaan je niet komen helpen onder elke voorwaarde. Wij leven ook maar één keer. Wij willen ook dat onze bijdrage, dat onze energie ertoe doet. En wij gaan niet meedoen aan apigheid. Wij moeten die apigheid stoppen. Wij zijn geen bananenrepubliek. Wij zijn niet in de wijn. Hoe meer wordt gehouteren. Wij hebben niks met het dierenrijk te maken. Behalve dat we ervoor moeten zorgen. Dat onze dieren in dat Amazonewoud, dat die niet uitsterven in onze handen. Dat is onze verantwoordelijkheid. Hoe wordt gehouteren? Wat hebben we? Wij zo'n onzin. Wat hebben we daaraan? Was je iets interessants gezegd? Goed. Ik wilde trouwens nog een paar dingen zeggen. Deze bijeenkomst was niet bedoeld om te evalueren. Ja? Henk heeft het politiek verslag gedaan en als ik iemand kan evalueren, geef jullie Henk een applaus. Henk is zodanig slim, Henk kan alle details onthouden. Mensen die naar politiek uit de doeken luisteren, u weet precies hoe de homo's in elkaar zitten. U weet precies hoe de paal denkt over het slavernijverleden en het kolonialisme. U weet precies wat de kernwaarden zijn van de Palu. U weet precies wat die oude regels zijn van de Palu. Een langtermijn ontwikkelingsplan. U weet precies wat het commentaar is van de Palu op de begroting. En dat commentaar, sinds Henk Dina partij, is hij bezig dat commentaar. En het groeit maar, omdat het beleid is stopt. Henk heeft geen andere keus dan te blijven evalueren. En ik ben Henk dankbaar dat hij dat werk voor ons doet, samen met de rest van de partij, maar hij kan het perfect verwoorden. Henk is een belangrijke steunen in die partij. Net zoals mijn voorzitter, en mijn voorzitter, volgens mij is hij net iets langer daar, misschien. Dus ik ga dat bankje niet nodig hebben. Maar mijn voorzitter is een zeer bescheiden man. Bijna zou je willen zeggen, tot vervelend toe bescheiden. Mijn voorzitter wil niet in de publiciteit, die man, die partij is ook anders georganiseerd natuurlijk. De PALU-voorzitter, meneer Pamanin, Hooghart wordt daar, make me tell you once and it. Wel, make me tell you once and it. De PALU-voorzitter is een voorzitter van een organisatie waar je niet alleen recht niet om te bepalen wat er in de partij gebeurt. Dat is niet bij de PALU. En de PALU-voorzitter moet die dekaat niet hebben om dingen te doen zonder dat het bestuurder van op de hoogte is. Dat is niet bepalend. Wie democratie wil zoeken op basis van de inhoud, niet op basis van herrie,
op basis van de inhoud, want dat is wat we moeten gebruiken om vooruit te gaan, bij de Paulo moet je zijn. En dan nog wil ik niet de Paulo promoten hier, want ik ben hier vanavond met de bedoeling om de vernieuwing te promoten. En de vernieuwing, ik verwacht niet dat de Paulo plotseling binnenste buiten draait en dat is ook de vernieuwing. Laten we elkaar niet voor de gek houden. We weten wat de Paulo gescoord heeft in de afgelopen verkiezingen in die 3, soms 2 districten waarin we meededen. Maar we weten ook hoeveel respect er is voor de Paulo daar buiten. We weten ook dat de Paulo de partij is met ontwikkelingsconcepten, met ontwikkelingsideeën, met concrete ideeën, niet bla bla. Maar we moeten goed bestuur en we moeten een economie die voordeel heeft voor het volk en we moeten landbouw. Nee, de Paulo heeft ontwikkelingsconcepten. De Paulo heeft een nieuwe hoofdstad, een beetje dingen waar die hele samenleving bij betrokken kan worden. En ik ga ze niet hier verklappen, want we moeten ons verdiepen erin, samen met die mensen die zich bij de vernieuwing gaan aansluiten. En die mensen die zich bij de vernieuwing gaan aansluiten, eigenlijk roep ik mensen op om zich niet meteen in de Paulo te werken, maar laten we verzamelen voor de Paulo, laten we voor de deur verzamelen. Goed, Takatori, niet over de Paulo, over waarom wij willen verzamelen, over waarom wij het belangrijk vinden dat er iets moet gebeuren. Want dat is dat ding dat gaat maken dat wij vernieuwing gaan realiseren. Niet lopen achter de Paulo. Niet zwaaien met de vlag, want niemand verslaat mijn vriend Henkie Schen met wapperen met de vlag. Maar was maar de kortie Henkie Schen. Die bedankt Henkie Schen. Maar dat is, iedereen heeft zijn taak. Maar de taak die wij nu moeten vervullen is om een nieuwe generatie politici op te leiden. Een nieuwe generatie politici bij te schaven die in staat zal zijn om beleid te ontwikkelen om in het parlement of in de DR of in de RR om daar met een progressieve bril te kijken naar waar dit land naartoe moet. Die mensen wil ik oproepen en ik roep u niet op om in de Paulo te komen. De Paulo heeft een voorstellen en dat is mijn slotboodschap vandaag. De Paulo gaat 2 dingen doen waarin de vernieuwing, waar ik het net over had, waarin de vernieuwing kan wortel schieten. Waarin de vernieuwing kan gaan samenwerken, waarin de vernieuwing zich kan vormen. De Paulo gaat de structuren van de partij reactiveren. En die structuren van de partij worden gereactiveerd met Paulo's die er zijn. Wij roepen mensen op van in de samenleving om die structuren die ter beschikking zijn van u, die structuren waar u geen wedstrijd hoeft te houden, zomaar autonoom voor die zomaar auditie. Want de Paulo eist dat het gaat om de inhoud en het algemeen belang. Of het lokaal belang. De Paulo is niet op zoek naar baasjes. Maar Theabasi, consorum Theabasi in haar verre. Consorum Theabasi in haar ontwikkeling vaak onderdeel. En de Paulo stelt zich open om die vernieuwing aan mensen buiten, om die te huisvesten. Om die een podium te geven. Hier heb je een partij waarmee jij de vernieuwing die we moeten hebben in ons beleid, waarmee we dat kunnen realiseren. Daarnaast, die structuren kennen we. Daarnaast is er een ander ding. U weet dat veel partijen een wetenschappelijk bureau hebben. Wanneer je mensen ziet van status, ja, het wetenschappelijk bureau van de X en de Y en de Z. Maar verder hoor je nooit wat over het wetenschappelijk bureau. Als je naar dat beleid kijkt, is het verre van wetenschappelijk. En de Paulo wil niet nog langer de wetenschapper uithalen, want ingenieur Laika. De Paulo wil de mensen met kennis uit het veld, kennis uit de ambtenarij, kennis uit het bedrijfsleven, kennis uit de NGO-sector, kennis uit de community-based organisaties, kennis uit het veld, mensen die een idee hebben van de vernieuwing die wij tegemoet moeten gaan. De Paulo wil ook u bundelen. En de Paulo wil u niet bundelen om modder met u te maken. De Paulo wil u bundelen zodat wanneer wij politici aan het opleiden zijn, dat de man stap over zijn de maatschappij. Dat je mij kon horen, want bla bla, je kan niet mensen beledigen, je hoeft niet onzeker te worden, je hoeft niet de Paulo na te praten, je hoeft niet de voorzitter na te praten,
Je hoeft mij niet na te praten. Je kan met jouw eigen verhaal, met je eigen hart, gebed door de kennis uit het veld. Dat is het nieuwe soort politici dat wij willen vormen. En die bundeling die wij willen maken, zijn beleidsforums. Klinkt als een moeilijk woord. Een forum, dus een podium, een groep mensen, die gericht is op beleid. Dus we gaan niet fantaseren over de toekomst. We gaan nadenken over wat er precies gedaan zou moeten worden als je morgen de macht had. Wat zou je doen op financiën? Wat zou je doen op de zaal als jij morgen de macht had? Wat zou je doen op LPV? Wat zou je doen op NH? Wat zou je doen op volksgezondheid? Of onderwijs? Wat zou je doen als jij morgen de macht had? Die kennis, die voorbereiding willen wij treffen door mensen uit het veld te bundelen in een beleidsforum. En dat beleidsforum staat open voor iedereen. Palu of no palu, jouw kennis uit het veld is van belang. En op basis daarvan moeten wij beleid gaan ontwikkelen. Niet op basis van dromen uit de diaspora. Niet op basis van beloftes over carbon credits. Niet op basis van beloftes van Abanis over miljarden uit Italië en miljarden uit... Weet je wat een miljard is? Zelfs als je een miljard SRD hebt, weet je wat je ermee moet doen. Dus, dames en heren, mijn oproep aan mensen die vinden dat ze op zoek zijn naar de vernieuwing, het moment is nu. En het alternatief waar we naar op zoek waren, anders hadden we het gezien toch? Hadden we een andere partij zien groeien. Maar de vernieuwing die wij als samenleving, als volk nodig hebben, dit is die fiets. Wie is van boetboetoe, wie is van broko, wolap lapping. Dit is die fiets die beschikbaar is van het Surinaamse volk om verandering te brengen in het komende beleid. Paulus, ik wens u heel veel succes. En ik wil u bedanken dat jullie de tijd hebben genomen om hier te zijn. Maar ik hoop dat jullie met een gevoel naar huis gaan, waarbij je niet zelf blij bent, maar waarbij je op zoek gaat naar die mensen die we nodig hebben voor dit proces. Blij zijn is niet genoeg. Actie. Dat was Imran Taos, de meneer die ik heb gebombardeerd, het ondervoorzitter van de PALU, maar hij dat niet is. Ook ik heb Adi in het MC zijn. En de volgende spreker is de voorzitter van de PALU, Mr. Jim Hock. Maar alvorens ik hem aankondig, wil ik mij direct richten tot u allen. Nee, correctie. Saskia Zegelaar. Alright. Dan zal ik voor mevrouw Saskia Zegelaar opgaan, zal ik dan mijn persoonlijke richten tot u, want er is gesproken over vernieuwing en eigenlijk houdt het een beetje actie in. De mens is geschapen om eigenlijk te groeien naar een beter, een mooier deel van zichzelf. Dus je begint hier en uiteindelijk groei je. Je begint bij Groningen, je belandt bij Ajax, maar uiteindelijk moet je bij Real Madrid en Barcelona zien te belanden. Maar dat is groei. En we moeten in ons denken als mens ook gaan groeien, waardoor onze handelingen op een gegeven moment van die aard gaan zijn, dat onze directe omgeving, maar ook Suriname, in grote verband er profijt van gaat hebben. Ik zeg tegen u allen, terwijl u kijkt en luistert, op of vrij, Juna Gadotjo, Grietje, Akka, Sondoivi, Gadofoonu na u. Juna Loi, teki u te. Juna Uwi, Vivadong na Watra, ma e teki ten fu poi. Noso mas mas fructu in iston batra, sa abi ten fa no du futrombi. Teki u ten fu tesi da suiti fu gorontabu. Panya u frei, fu si da moi fu gorontabu. Tie waka, waka sabri, tie prakseri, prakseri ibi, tie frei, frei hei, tie lok mamas ranang, lobeng nang ai hea naji. Mevrouw Saskia Zegelaar.
Sumade, you felusuman. Sumade, you felusuman. Sumade, you felusuman. Jesus, felusu tranan. Sumana, you felusuman. Na je schreefie, na je buurman, of na paal. Gadoan kan verloestranen in een dauw PAD. Maar, omdat mi aba brevi, dat de kader voor paal en de smassa de in apartheid, e brevi in gado, dat me brief dat gado ook in de inzichten voor moto uit adal in sasranande. No one's man om af te luisteren. God over. Nanga ik inzichten. Ik heet u allen welkom. Alle genodigden. De kaderleden. Mag ik een aparte applaus voor de voorzitter van de partij. Namelijk Kim Hock. Ik wil een speciaal condoleren. De mensen in het Matawai gebied. Ik zal het doen in het Saramakans. Deze mia sama, uta kecha lupu. Uye indi son di pasa. No, di parte e palu, uta kepe napu. Hoi hati, nala sibi, augu, gadu deti. Suma, kampar losrana. Suma. Ude inuan da. Pe umus moto, wo moto de rei. De Surinaamse bevolking wordt verarmd. Een bekende parlementariër zei eens, het is een bewuste keus om in armoede te leven. Voorzitter, waar is hij? Voorzitter, ik heb het gevoel dat deze regering een bewuste keuze heeft gemaakt om deze bevolking in de armoede te dumpen. Ik heb dat gevoel, ja. En dan zeg ik wel dat die parlementariër de waarheid spreekt in dat verband. Dat het een bewuste keuze is dat we in armoede leven. Ja, op dat gebied wel. Omdat deze regering dat werkelijk heeft gekozen om de bevolking te verarmen. Onafhankelijkheid. Vandaag staan we aan de vooravond van de onafhankelijkheid. 48 jaar onafhankelijkheid. Zijn we daadwerkelijk een onafhankelijke staat? Zijn we onafhankelijk? Wat ik begrijp wat onafhankelijkheid wil zeggen, is dat je zelfstandig bent. Een zelfstandige burger. Of zelfstandig bent. Je kan je eigen beslissingen nemen. De vraag is, zijn wij een onafhankelijke staat? Geef deze regering, de bevolking, de mogelijkheden, de tools om onafhankelijk te zijn, om onafhankelijk te zijn. Geef deze regering ons de nodige tools? Het antwoord is NO. No. De regering kiest bewust om deze bevolking te verarmen. Een simpel voorbeeld. Niemand kijkt in ons Surinaams onderwijs. Hoe lang moeten de leerkrachten nog leven onder zulke erbarmelijke omstandigheden? Leerkrachten vragen om een kleine verhoging in hun bezoldiging. Ze willen onafhankelijk zijn. En wat doen ze? Wat doen deze mensen? Ze geven je een tegemoetkoming. Een soort van, permanente educatie. Dus dat wil zeggen, je moet steeds afhankelijk van ze zijn. Men wil je niet onafhankelijk maken. Wat geef je me die verhoging? Dan kan ik mijn eigen belangen behartigen. Hoe lang gaan we zo blijven leven? Hoe lang gaat deze regering deze mensen blijven verarmen? Ze willen ons niet onafhankelijk maken. Maar we praten van 48 jaar onafhankelijkheid. Ik zeg dat we niet onafhankelijk zijn. Leerkrachten blijven koesteren dat ze eens het goed zullen hebben.
Ze zijn een roepende in de woestijn. Wie hoort ze? Niemand die ze antwoordt. Niemand die ze een toereiking geeft. Niemand die ze tegemoet komt. Voorzitter, dat is niet tijd. Het is tijd dat we voor deze groep van mensen opstaan. Het is tijd dat we deze mensen gaan begrijpen en aan tafel gaan zitten, zodat we weten wat er eigenlijk ontbeert in het onderwijs. Wat ze allemaal ontberen. Denk aan de mensen in het binnenland. Het is tijd. Het is nu tijd. Nu. Niet morgen, niet volgend jaar. Niet in 2023. Geen 2025. Het is nu tijd. Dat we een mogelijkheid bedenken om deze groep van mensen tegemoet te komen. Maar de vraag is, hoe stemmen wij? Stemmen wij nog steeds met de bedoeling, oh nou, een partij dat Biggie Kogi dat stemt, nou die is een grote partij. Nee, die had, stemmen we nog zo? Zullen we nog zo verder stemmen? Dan gaan we geen probleem, gaan we geen oplossingen vinden. U moet bewust worden. Bewust worden van uw stemgedrag. Kies voor de progressieve arbeid, voor de PALU. Progressieve arbeiders en landbouwers. Kies u voor deze partij. Een partij die u naar verdere hoogte zal brengen. Kies u voor de PALU. Ik eindig hier nu. Voor zij die niet weten, Sramakano's leun een beetje zwaar op de zet. Dus het is zegelaar, mevrouw Zegelaar, op de Raitani. Wijlen, mijn vader is van Bronswijk. Hij was ergens 23 jaar toen Operation Guamba begon en het water zoetjes aan kwam. En de mensen begrepen dat ze hun dorp moesten verlaten. Hun kerken, hun scholen, hun rituele aanbiddingshuizen. En het is heftig geweest. En voor de mensen die het niet weten, er is ontzettend veel politiek. En als ik politiek zeg, dan bedoel ik corruptie. Ontzettend veel corruptie aan te pas gekomen toen de mensen moesten verhuizen. De huizen die ze moesten krijgen zijn op een gegeven moment ingekrimpt tot kleine krotjes waar je enkel alleen maar 's avonds in kon slapen. Dus het is van eminent belang dat we ons hart op de juiste plek hebben, zodat de beslissingen die gemaakt worden voor Suriname, twee generaties daarna, nog stand kunnen houden. Want als een uitspraak, als een handeling, als een beslissing goed gefundeerd is, dan gaat die niet wankelen na verloop van tijd, maar dan is die gecementeerd. Voordat ik de heer Jim Hock uitnodig, is er een tafel daar aan mijn rechterhand waar u zich kunt registreren, zodat wij gewoon een beeld hebben wie er allemaal waren en hoeveel mensen er zijn geweest. Nadat het formeel gedeelte is afgesloten, gaat u niet gelijk naar huis. Maak wat vrienden, schud wat handen. Als er mensen zijn die je moet betalen, betaal. Als er mensen zijn die je wat geld bij kan lenen, len op Timon, zodat je het bij een ander event kan betalen. Maar ik nodig nu uit meneer Jim Hock, de voorzitter van de Progressieve Arbeiders- en Landbouwers-Unie. Aan het woord komt. Weet hoeveel voordelen er aan komen.
Toen leefde de man dat ik dat tegenwoordig laat te spreken. Dat eigenlijk in ons hart zijn een stakkie. Want alles aan dat ik was. Ik keer het om. Ik ben dus alles gezegd. Dan heb ik daar alleen maar mee bij aan te sluiten. Ik wil alle mensen die hier het woord hebben gevoerd vanavond, ook de gastspreker, bijzonder bedanken voor de aandachtspunten die ze naar voren hebben gebracht. Voor de dingen die je niet zelf in een beperkte tijd kan zeggen. Echt waar, iedereen. Ook de mensen. Dankjewel. Ook de mensen natuurlijk die thuis luisteren en kijken misschien ook naar deze bijeenkomst, naar wat er naar voren wordt gebracht. Maar ik heb toch een paar kleine punten die ik zelf nog wil aanstippen. We zitten met het kader bijeen. We zitten bijeen met mensen die willen luisteren naar wat het kader te zeggen heeft. En ik moet zeggen, als u het weet, wie het weet, als u het volgt, dan weet u het. Maar als u het niet volgt, dan heb u geen idee van wat er om u heen gebeurt. En dan heb ik het niet, ik praat over de grote wereld, dan heb ik het niet alleen over allerlei industrieën die kip uitstoten, en die mensen rijk maken. En dan willen die mensen dat wij hier in Suriname en in andere landen waar dat kip niet wordt uitgestoten, dat wij ervoor betalen. Dat gebeurt. Met andere woorden, wij mogen onderontwikkeld blijven en zij mogen verder gaan met hun ontwikkeling. De gap tussen hun en ons kan alleen maar groter worden. Maar er is meer. Agrontapu is seki. Agrontapu is seki taka def bos. Mensen, als er meerdere planeten waren, waar de mensen zouden wonen, dan zou er nu vanuit die andere planeten een reisadvies naar de aarde uitgaan. Niet doen. De wereld staat voor grote uitdagingen. En we moeten echt de wang, de smadi, aladi, de baby, en ik neem aan dat dat de meeste mensen hier in het huis zijn. Vraag om steun daarom. Vraag erom dat we beschermd worden. En dat we die mensen die knop op die atoomwapens hebben, dat ze hun verstand gebruiken en hun duim daar weghalen. Want Agrontapu is zeker niet. We leven in hele roerige tijden. En ik zeg al, ik heb het niet alleen over de oorlog in Oekraïne of de oorlog van Israël tegen de Palestijnen. Ik kijk ook naar wat er hier bij onze buren gebeurt. Want soms denken we dat het is van de buren. Maar het zijn onze buren. En we hebben het in een paar artikelen al naar voren gebracht. Apetiti of het jaso. En eigenlijk wie zo'n apetiti of het? De buren kiezen zich te bewaken. Ik ben of het aan de Venezuela of de het aan de Venezuela. Ze zijn. Kan je me helpen hier? Ze zijn of ze nou vechten of niet. Of ze eruit komen of niet. Ze hebben wapens besteld. Gaat goed nog? Oké, dan houden we het even zo. Die mannen hebben wapens besteld. En of ze het nou gebruiken of niet tegen die Venezuela. Tegen die Venezuelaan. Of ze nou succesvol zijn of niet. Ze hebben die wapens. Wij hebben die wapens niet. En we weten dat we niet met lieve buren te maken hebben. Hoe zou die pak de man is enkel? Ik hoop niet dat er Kuyanezen nou luisteren en me dat in kwalijk nemen. Maar afas Fakayana Libina Hazaranan. Anu Abu Pas. En wie dat niet met me eens is, die heeft het volgens mij niet goed bekeken. Oké, maar laten we dan ons richten op Suriname. Ik hoop dat Sanestijn Agrontapu kan bepalen een toekomst.
dat kan bepalen wanneer dit was. Er is olie gevonden voor de Surinaamse kust. Er is olie gevonden hier voor de kust. En er zit zoveel geld daar, dat eigenlijk min of meer begin leggen uit om een money aan te doen. Maar een money lijkt, een money puur. Het moet in elkaar cijfer, ja, zou je normaal verstaan. Je gaat het niet kunnen opschrijven. Zoveel geld is het. Maar ik zal u zeggen, het geld is zoveel dat wij onze kinderen, onze kindskinderen, hun kindskinderen en generaties daarna nog een goed leven kunnen hebben op basis van die middelen en op basis van die investeringen die we kunnen doen met die middelen als we goede regeringen hebben. Want dat is wel een harde voorwaarde. Het is hier door verschillende mensen aangehaald. Maar juist in deze crisis waarin we zitten in de wereld, die bedreigingen die er zijn in de wereld, en met die enorme kans die we hier hebben, juist in deze tijd zitten we opgeschreven met bestuurders die we eigenlijk liever niet hadden gehad. Maar naar wie post men eraf? Dat is iets, een paar mensen hebben dat al genoemd. Dat is iets waar we mee zullen moeten leven en we moeten vooral kijken naar hoe we dat gaan corrigeren. De wereld, mensen, trilt op zijn grondvesten. En wij die hier in Suriname alles hebben gekregen van de schepper. We hebben alles gekregen van de schepper. Er is niets. Niemand kan iets noemen dat we niet hebben en dat we nodig hebben voor een goed bestaan in Suriname. Niemand kan dat noemen. Suriname is zoals we in onze geschiedenisboekjes hebben geleerd, een door God gezegend land. Maar wat doen we ermee? Wat doen we ermee? Wanneer je ziet wat er gebeurt, ik ga niet in herhaling treden, ik probeer dat juist niet te doen. Wanneer je ziet wat er gebeurt met onze onderwijs, met onze verpleegkundigen, met onze specialisten, is het dan vreemd dat elk vliegtuig dat weggaat, zoveel mensen heeft waarvan we niet weten of we ze ooit gaan zien in Suriname? Eigenlijk, wanneer ik daarover praat, dan krijg ik kippenvel. Ik wil het uitkillen. En soms moeten ze het hier in vergaderingen met me stellen, want mijn woord raakt. Mijn oma, stel me voor dat we regering deed. Ik doe de sandwich naar Uru, Saremani zei doen. Wanneer je deze dingen doet, die de huidige regering doet, dan ben je niet gekomen om iets goeds te proberen. Dan is het zo takroeden naar je leven vanaf je begin. En ik daag u uit, gaat u rustig na. Vanaf het begin, wat is er dan wel goed gegaan? Ga gewoon naar, wat is er wel goed gegaan? U gaat goed moeten zoeken. U gaat goed moeten zoeken. Suriname is nog geen 50 jaar onafhankelijk. En normaal is het zo dat je een kondre, kisa, als residentie, dat eigenlijk is dat nou een moment voor joy, een moment voor breakie. Omdat, dit maar aan uw bestaai, dit maar bij Rokodio aan trouwen, voor als residentie. En met die onafhankelijkheid heb je de gelegenheid gekregen om voor jezelf te bepalen wat je gaat doen. En we zijn nog geen 50 jaar onafhankelijk. En die mensen verlaten het land weer bij bosjes. Er is iets niet goed. Er zijn waarschijnlijk meerdere dingen niet goed. Toen de PALU in 1977 voor het eerst deelnam aan verkiezingen, heeft de partij een verkiezingsprogramma uitgegeven. En ik zal u zeggen, als dat programma was uitgevoerd, ook al was het gedeeltelijk, dan waren we een stuk verder met Suriname.
En eerder nog, want to lazy, want to smatak, ja, ze papalu palen. En ik weet dat er mensen zijn die dat beschouwen als opschepperij en zo. Laten we zeggen, wij zouden willen dat er meerdere partijen waren en meerdere leiders waren waarvan we hetzelfde zouden kunnen zijn. Omdat we het nodig hebben. We moeten het hebben. Waarom mag iemand voor een sigaret die je doodmaakt, reclame maken en zeggen dit is de beste sigaret? En wij die denken dat wij de oplossingen in huis hebben, waarom mogen we dat niet zeggen? Waarom heet het opschepperij? En ik zal u nog iets anders zeggen. Het is niet eens zo dat je alle kennis en kunde in huis hebt. Dat is absoluut niet waar. Waar het om gaat, is dat je die kennis en die kunde die bij die andere Surinamers aanwezig is, weet te bundelen en richting weet te geven. Dat is waar het om gaat. Natuurlijk heb je een basis, want je hebt erover nagedacht. En de belangrijkste vraag die je jezelf hebt gesteld is, waar moeten we met dit land en dit volk naartoe? Waar gaan wij heen? Gaan we waarheen? Die vraag is sinds de onafhankelijkheid niet door onze regering gesteld. En dat is waar een van de grote problemen zit. Omdat, dan doe je hier een ding, dan doe je dat. Iedereen weet wel iets wat gedaan moet worden. Ik sprak laatst met mensen van een politieke partij en die zeggen, ja, maar die corruptie, hè? Ja, corruptie, ja. En als er maar niet meer zo gestolen zou worden. Ik zeg, ja. Maar weet je, zeg ik, als je dat oplost, dan wat heb je opgelost? Zijn we klaar? Is het land dan verder? Oké, dan hoeven we pas iets bak? Nee, we hoeven we pas iets bak. Als zal je al je energie erin gaan steken om ervoor te zorgen dat mensen niet steken. Dus je wordt schoten op schoten, voor lukusta epsa. Natuurlijk willen wij niet dat er gestolen wordt. Natuurlijk willen wij niet dat er corruptie is in het land. Maar dat is niet waar het om gaat. Wij gaan ervan uit dat je als politicus dat niet doet. Dat is waar we van uitgaan. Mensen zeggen, ja, we moeten een zakenkabinet hebben. Dat die actie Timor of Alade. Maar dat, ja, een kabinet van deskundigen. Wij gaan ervan uit dat als jij iemand aanwijst om in de regering te zitten, dat hij deskundig is. Mensen, dan moet ik kijken waarom dan niet. Wij hebben dus een paar problemen op te lossen. En dan denk ik aan die politieke partijen die dus zich presenteren en die de nadruk leggen op dingen die belangrijk zijn, maar niet fundamenteel. Het is belangrijk, ja. Er moet niet gestolen worden. Het is belangrijk, ja. Er moet geen corruptie zijn. Dat klopt allemaal. Maar we moeten er ook voor zorgen dat we de weg zoeken en vinden die wij moeten aflopen. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Een van de belangrijkste dingen die wij voor onszelf moeten vaststellen, zeg ik nou weer, is dat we samen die wij willen opgaan. Wat willen wij voor Suriname over 20 of 30 jaar? Of misschien meer dan dat. Er zijn landen waar mensen praten over een planning van 90 jaar. Wij kunnen 5 jaar niet eens vasthouden. 4 jaar, hoe nog maar horen. Maar als je niet 20 of 30 jaar vooruit kan kijken om te zeggen, dat is waar we naartoe gaan. Als je dat niet kan doen, dan doe je nu dingen die jou straks in de weg gaan staan. Bijvoorbeeld, moet je alles maar samen dat ons moet bouwen. Oké, dat ons moest bouwen. Dat we die bouw ons ja. Die bouw ons ook lekker aan. Wat ons moest bouwen. Maar if you know Sabi, zou je doen aan Kondre in de komende 20, 30 jaar. Dan kan die bouwen ons precies dat we precies bij ons moest bouwen.
We weten nu al dat eigenlijk onze beste landbouwgronden, dat daar huizen op staan. En hoe kan dat? Dat kan omdat we hebben hier een cultuur van plannen, van vooruitkijken. Dat hebben we niet. Ik ga een nieuwe mic krijgen. Ja. Oké. Geweldig. Dankjewel. Ik wil u iets verklappen. U weet, we hebben een verkiezingsprogramma uitgegeven in 1977. We hebben er vaker naar verwezen. En ik heb er net ervan gezegd, als wij dat plan delen daaruit hadden uitgevoerd, dan waren we nu tenminste een stuk verder. Omdat in dat plan, is in 1977 uitgegeven, hebben we de regering al eerder dat aangeboden. 77 gaan we in de verkiezingen. En we hebben toen daarin opgenomen die dingen die je moet doen, wil je dat onafhankelijke Suriname tot jouw land maken. De belangrijkste zaken die gedaan moesten worden om Suriname een goede start te geven, die hebben we daarin opgenomen. Er is weinig mee gebeurd. Dus je moet zeggen, laat me niet zeggen niets. Er is weinig mee gebeurd. Maar we staan intussen voor nieuwe uitdagingen. En er staan nieuwe kansen voor ons. De PALU is bezig aan een nieuw strategisch plan voor Suriname. En we gaan het naar de verkiezingen brengen. En het is nodig omdat we opnieuw richting moeten geven aan de ontwikkeling van onze samenleving. We moeten weten waar onze arbeid in gestopt moet worden. We moeten weten waar het brood van morgen vandaan gaat komen. We moeten weten waar we onze kinderen naar school gaan sturen en waarvoor we ze naar school moeten sturen. Welke dingen gaan wij doen in de komende 20 jaar, 20, 30 jaar? En mensen zeggen, er is olie. Ja, er is olie, ja. Soms wensen je dat het er niet was. Maar laten we zeggen, het is er. Mensen, jullie weten, intussen de mensen die hier zitten, en ik ga ervan uit, ook veel mensen die van huis uit kijken en luisteren. Als we die gelden die uit die olie komen, niet goed gebruiken, dan wordt het alleen maar erger. Dus we gaan ons niet focussen in de eerste plaats op die olie. We gaan ons focussen op die job die ons te doen staat. En op wat voor reden dan ook, dat we vinden aan money. Henk heeft een aantal keren, ik dacht ook hier vanavond gezegd, wij hebben de mogelijkheden om uit onze eigen gelden, onze eigen besparingen, op onze eigen ontwikkeling te betalen. Ja? Die man heeft me net gezegd dat mijn tijd eigenlijk rond is. Maar je moet alle een praten. Maar goed, het is je werk. We gaan verkiezingen in. Over, 18 maanden of zo, zijn er weer verkiezingen. En ik heb eerder aangegeven dat we in samenwerkingsverband hebben gezeten om te kijken hoe we er samen uit kunnen komen of we een nieuw ding kunnen maken. Wij hebben ons nieuw opengesteld en zoals Imran heeft gezegd, we gaan ook met de ondersteuning van mensen die niet direct in de PALU zitten, gaan wij een aantal dingen ontwikkelen. Oké. Maar er moet samengewerkt worden. Voor of na de verkiezingen. Laat me dit alvast zeggen. Voor politieke partijen die straks gaan komen. Ja, en die mensen gaan vragen van stem op me. Als ze u niet kunnen zeggen
hoe volgens hun Suriname er over 20, 30 jaar uit moet zien, daar hoef je niet eens naar ze te luisteren. Want dan gaan ze niet kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van Suriname. Als ze je gewoon gaan zeggen van dat er geasfalteerd moet worden, verpleegkundigen moeten beter betaald worden. Ja, we weten dat. Maar dat is inherent aan het plan dat we moeten maken. Dat is niet fundamenteel. We moeten er wel voor zorgen dat het gebeurt. Maar als je nou maar tegen die soort zeeakkoorden gaat, dan moet je nou maar zitten aan dat toe. Want na in een plan zouden we misschien voor 20, 30, 40 jaar na in een plan dat als aan dat moet zitten. Zodat we nog alle jaren CAO is roto. Zodat we zeker weten dat er stabiliteit is in het land en we niet elke 6 maanden stakingen hebben op punten waar we het niet moeten hebben. Zo? En dan nog dit. De PALU gaat voor een keer verantwoordelijkheid in de komende regering. De PALU gaat voor een keer verantwoordelijkheid in de komende regering. We zijn er goed deels ready voor. We zijn nog niet helemaal ready. We zijn bezig om ons gereed te maken. Maar ik ga je wat zeggen. Kijk, als je zich die verkiezingscampagnes herinnert, dan is het altijd een ding van. En hoeveel zetels van het nationalisme? Dat was aan het doen. En hoeveel zetels denk je dat de partij gaat halen? Onderdena aan het zeggen. Ik had mezelf ook voorgenomen dat ik zelf niet meer over aantallen zetels zou praten. Maar dat in een discussie zou hebben. Dan maak ik dat, ja, maar jullie nog, ik wil een kooi naar de kering. Dat om een zetel je af van nodig, hoe kan doen aan zetel naar de kering? Dat wil je niet. Dat wil je hoor ik al tegen. Dat wil je niet zo. Dat inderdaad. If you want going naar de kering en je want zetel takkie, je want dat maar architeer takkie, dan moet je wel een bepaald aantal zetels hebben. En zo zijn we erop gekomen, na analyse en discussie. Je moet inderdaad een stuk of 8 zetels, en meer is beter, moeten hebben. Maar wij gaan niet meedoen. Wij gaan niet meedoen met het ding om te zeggen van, wij gaan 8 zetels halen. You can not think, we go for 10. Wat er maar joopt op een podium met dansen, maar dat ik dat neem, dat ik 34. We gaan niet meedoen met die show. Wij gaan de gemeenschap zeggen dat dit het aantal zetels is dat we nodig hebben om een rol te kunnen spelen in de positieve ontwikkeling van ons land. Dat is wat we gaan doen. En wanneer de gemeenschap dat wil, dat wij die rol spelen, omdat ze ervan overtuigd zijn dat we die rol kunnen spelen, dan gaan ze ons die zetels geven. En dan moet je niet vreemd opkijken. Als we hun vertrouwen kunnen winnen daarin. Als ze vinden dat wij dat moeten doen. Omdat ze uitgekeken zijn op alles wat er is nu. Dan gaan ze ons die zetels geven. Meer tegen je dat. Ja? Reken er. Maar er is veel werk. Er is verschrikkelijk veel werk. En u bent hier. Mensen zitten thuis en luisteren naar deze boodschap. Ik wil ze allemaal uitnodigen om hun schouders onder het werk te zetten. Omdat we het niet voor onszelf doen. Deze generatie heeft een heleboel problemen meegemaakt en maakt ze elke dag nog mee. Wat we willen is dat komende generaties deze problemen niet hebben. Wie moet zitten konderen? Met hoe zitten konderen? Ja? Dus laat het niet zo gaan. We hebben gezegd, wat we moeten kinky als systeem. En dat klopt. Een kinky als systeem. Het systeem van stemmen op een manier waarbij we elke keer hetzelfde resultaat krijgen. Een kinky als systeem. Ja. Ik wil jullie oproepen om je omgeving, je directe omgeving, iedereen te mobiliseren voor kinky als systeem. Kinky als systeem voor Luku Peugelang Dong. Als je binnen mag.
steun die als systeem radicaal. En ga jullie naar huis met de gedachte straks dat het mogelijk is. Ik zeg jullie dat het mogelijk is. Dank u wel. Oh, ik heb begrepen dat ik ook gelijk afsluit. Ja, laat mij jullie, mensen hier, mensen thuis, bedanken voor jullie aanwezigheid en voor de aandacht die jullie hebben besteed. De moeite die je hebt genomen vandaag de dag voor Rijwan Autofondjaars van bijna om in voor je 500 kilometer. Ik ben blij dat jullie zijn geweest. Ik ben blij dat, dat jullie het geduld hebben gehad om te zitten luisteren. Ja? En ik wens jullie straks een veilig thuiskomen. Kijkers en luisteraars, dat was dus de open kaderbijeenkomst van de Palu, die vandaag is gehouden hier op het terrein, hun partijcentrum, Bunjari, aan de Kafuludistraat. En als er een artikel hieruit zou rollen, dan horen we het al. Palu heeft 8 zetels nodig om dus regeermacht te verwerven. Dat heeft de voorzitter vandaag hier aangehaald tijdens deze kadermeeting. En we laten u even een beeld zien van de mensen die allemaal hier zijn en zijn gebleven tot het eind. Dit zijn de mensen. Ik zoek nog even naar de voorzitter en ik zie hem daar staan. Maar dit zijn de mensen die allemaal hier zijn gekomen vanavond en deze bijeenkomst mee hebben gemaakt. We willen nog even naar meneer Hock toe lopen. U kunt met ons meegaan. Laat ons even nog echt officieel afsluiten. Meneer Hock, als er een kop hieruit zou rollen, dan zou het zijn, Palu heeft 8 zetels nodig om regeermacht te verwerven. Is dat goed gezegd? In elk geval 8 zetels. Ja, het is natuurlijk niet zo absoluut. Maar we hebben dus gekeken naar, van, als je invloed wil hebben op het bestuur, dan moet je waarschijnlijk in die orde zitten, ja. Palu heeft deze live-uitzending mogelijk gemaakt. Kunnen we zeggen dat het ook een start is van de campagne naar 2025 toe? Eigenlijk zijn we al vanaf de vorige verkiezing bezig. Hè? Omdat we begrepen dat het werk enorm veel is. En je moet een heleboel dingen op een rij zetten. Je moet een heleboel mensen mobiliseren. Weet je, het is ontzettend veel dat er allemaal moet gebeuren. En het is niet zo dat we op een bepaald moment hebben gezegd van, en nu begint de verkiezingscampagne. We hebben gewoon gekeken naar het werk dat moet gebeuren en we hebben gezegd, laten we ermee beginnen. En waarom heeft de Palu gekozen voor een open kadermeeting? Omdat er mensen, kijk, zoals nu bijvoorbeeld. Als ik u mijn telefoon laat zien van al die mensen die om een of andere reden moesten afmelden, dan bereiken we ze. We hebben meerdere kadermeetings gehad hier naartoe. Hè? Maar dan krijg je dus de situatie dat die mensen niet kunnen komen. Of het regent, want een tijdje regende het heel erg hard. Of het is dit, of het is dat. Nu hebben we ze in elk geval kunnen bereiken. Omdat ze via het net, zal ik zeggen, internet hebben kunnen volgen. Ja. En we hebben ook een aantal andere mensen waarschijnlijk bereikt. Die normaal gesproken een beetje kotaki de noboa ka kon zo snel kapalu jari voor een atje aan vergadering, omdat ja, politiek en zo, je kent die dingen. Voor dit moment een succesvolle vergadering of meeting? Ik vond het een goede vergadering. Ik vond dat de boodschappen die er gebracht zijn inhoudsvol waren en voor mij is dat een belangrijk meetpunt. Maar eigenlijk wil ik het oordeel over of het echt een goede vergadering was, dat gaan we de komende week krijgen, wanneer we die feedback krijgen over, laat me zeggen, het vervolg.
Bijvoorbeeld Imran Tawz heeft mensen opgeroepen om zich aan te melden die concreet bezig willen zijn, willen meedenken over welke richting we opgaan, wat we gaan doen, concreet inhoudelijk. Mensen die kennis en ervaring hebben op dat gebied. Dat is een van die dingen waar we feedback uit gaan krijgen. Maar ook, we krijgen, ik heb voor deze vergadering heb ik zoveel bemoedigende e-mails gekregen en apps. Toen vond ik het al geweldig. En nu gaan we dus de feedback krijgen na deze meeting. Om te zien ook waar staan de mensen en welke richting. Wat moeten we doen om hun beter te motiveren. Omdat soms doe je het niet goed. Weet je, soms denk je dat je die dingen goed hebt gedaan, maar het is niet zo. Ik werd gisteren gebeld door iemand die zegt van, hey, luister nou, hou je er rekening mee dat je ook voor die en die doelgroep speciale activiteiten moet ontplooien. En ik heb een afspraak gemaakt met hem voor komende dinsdag. Dan gaan we erover praten en dan gaan we kijken welke rol hij daarin kan spelen. Dan zal ik zeggen, heel veel succes. En we zullen ook de Palu blijven volgen. Oké, dankjewel. Ik zei, er is veel werk te doen. Er is veel werk en we hopen dat er veel schouders komen. Zodat dat eigenlijk er meer werk gedaan kan worden dan het minimale dat we nodig hebben. Hoor. Ik wil jullie ook bedanken voor het aanwezig zijn. Kijkers en luisteraars, dat heeft u dan gehoord. De heer Jim Hock, die daarnet ook de open kadermeeting heeft afgesloten. Hij geeft aan dat de Palu zich openstelt en degenen die hun schouders onder het werk willen zetten, die kunnen zich dan aanmelden bij deze partij. Nou, zo zijn we gekomen aan het eind van deze live-uitzending die mede mogelijk gemaakt is door de Palu. De Palu heeft ervoor gekozen om vandaag de totale samenleving en niet alleen de Surinaamse samenleving, maar ook mensen in het buitenland ook deelgenoot te maken van deze open kadermeeting. Wij bedanken u voor het willen kijken en luisteren naar deze live-uitzending en zijn er weer een volgende keer. Goedenavond. Thank you.